En een hele goede avond, Piero's. Leuk dat je weer aanwezig bent bij deze livestream van AVP Vuurwerk. Ja, ja. De maand is inmiddels weer voorbij. Laatste vrijdag van de maand. En dat houdt in dat we live zijn. Even kijken hoor, alle knopjes goed. Ja, dat gaat allemaal goed. Ja. Zo, welkom. Leuk dat jullie al zijn. Ik zie al aardig wat mensen in de chat en al op de livestream. Gaat helemaal goed hoor. Zitten we er goed bij? Even kijken. Want, ja, we zitten er lekker bij. Hey, het gaat goed in de chat, zeg ik al. Even kijken hoor. Waar zijn we? Ja, even kijken. Piero Mat zegt yo. Gekko zegt ook yo. Elegant Piero zegt avond, vuurwerk fanaten. En Quarkle, denk ik dat je zo uitspreekt, avond. En Henry's Game kanaal, goedenavond. Ja, hij is er altijd weer bij aanwezig. Even kijken. Yo met de banjo, avond allemaal, zegt West35. En Ten Haven ook weer aanwezig. Goedenavond, uitroepteken. Elke maand er lekker gezellig bij hoor, zegt Henry's Game kanaal. Zo, eens even kijken. Goedemorgen, zegt Kenmerk. En Piero Mats is ook aanwezig. Dus goedenavond en 100% erbij. Ja, ja. Zo, hoe gaat het met jullie? Nou, hier gaat het goed hoor. De maand is alweer voorbij. 29 maart 2024. En ja, we gaan gewoon weer lekker gezellig kleppen over vuurwerk. Tot en met 11 uur vanavond zijn we er. Nou ja, je weet hoe het gaat een beetje voor degene die vaker kijken. Gewoon lekker blijven kijken en luisteren. En ja, verderop in de uitzending gaan we de telefoon weer activeren. Dus dat komt helemaal goed dan. Ja. Dus even kijken hoor. Piero Hun zegt goedenavond Arjan. Mooi bluesie. Ja, ik dacht het wordt lente. Het wordt lekker weer de komende tijd. Althans, ik geloof dat het morgen alweer gaat regenen of zondag. Wat is het? Maar goed, ik denk ik doe gewoon voor de gelegenheid eens een ander bluesje aan. Want jullie weten het, met de feestdagen en al doen wij een vuurwerkbluesje vaak aan. En nu dacht ik, weet je wat? Even gewoon een Hawaii shirt. Voor de stemming erin en voor het lekkere weer. Dus. Even kijken, aan mijn rechterkant zie ik een scherm met de Discord. Nou, ook weer aardig wat mensen daar op de Discord aanwezig. En ja, hartstikke gezellig, zo'n man of 20, 25 al op de stream. We zijn net begonnen, 8:55. Dus nou, deel deze link vooral natuurlijk met je maten. En dat er veel mensen mogen kijken. Eens even kijken, werken alle effecten? Ja, ja hoor. Ja, het is natuurlijk een maat niet gebruikt, hè. Dus... Ja, dat werkt allemaal. Ja hoor, we zijn er weer. Dus, even kijken. Piero Peppi, je bent al zomers aangekleed, Piero. Ja, dat klopt inderdaad. Arjan, zegt Bas DJ. En even kijken, de nieuwe PC al klaar, Arjan? Nou, nee, nog niet West35. Ik weet niet of je het kan zien. Even kijken of het hier een beetje... Hier achter mij, kijk. Hier staat het een en ander al. Dus ik ga het binnen nu en een weekje of zo, 2 weken, ga ik eraan beginnen. Dus de volgende stream... Komt er als het goed is vanaf de nieuwe dikke PC. Inderdaad, ik heb het al op de Discord over gehad. Maar ja, het is wel eens een keer tijd om weer een nieuwe PC te gaan bouwen. De laatste keer dat ik een PC had geassembleerd was denk ik 10 jaar, 15 jaar geleden. En ik doe het al die jaren gewoon met desktopjes en dat soort dingen. En nu heb ik gewoon een hele dikke PC bij elkaar gesprokkeld en allerlei dingen gekocht. En dat gaat helemaal goed komen volgens mij. Ja. Dus even kijken. Ruud Bijlemeer zegt... Goedenavond Piero's, graag wil ik weten welke zwaarste wires en zwaarste compound ik moet aanschaffen dit jaar. Nou, even een beetje informatie naar Ruud toe zou ik zeggen. Goeie vraag Ruud. Even kijken, de Fireball van Funke zegt Elegant Piero al. Ja. Roel Weingaard ook aanwezig. Ja, daar is hij weer. Goedenavond Roel. Hij zegt goedenavond iedereen. Rojo ook weer aanwezig. Avond. Ik heb net ook het bericht van deze livestream in de Discord gezet. Als het goed is krijgt iedereen hem dan. En ook via Instagram en via dan als het goed is de Facebook. En ik kreeg vorige keer van ja, kan je er niet al een mailtje daarna? Of nog, ja, weet je, op een gegeven moment moet ook nog een mailing eruit sturen. Maar weet gewoon, elke laatste vrijdag van de maand in principe zijn we gewoon live de komende maanden. En je weet het, vanaf zo'n september, dan gaan we, september, oktober gaan we wekelijks online. Jullie weten hoe het gaat, afgelopen jaar hebben we het ook gedaan, weken achter elkaar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. Even kijken, Ruud, join even de Discord voor die vraag. Dat is handiger, zegt Piero Mats. Ja, dat klopt. Ga even naar de Discord, Ruud. Ik zal het even in beeld zetten. En dat kun je natuurlijk weer niet zien, maar daar moet ik ook nog eens een keer wat van doen. Maar goed, in de chat trouwens, ja, daar zie je het wel. Daar zie je dus onze discord.gg/avpvuurwerk. Kan je gewoon gratis en voor niks aanmelden. En dan zitten heel veel Piero's en heel veel kennis en heel veel liefhebbers. Dus iedereen weet wel antwoord op jouw vraag natuurlijk dan. Dus dat. Moet even kijken hoor, ik heb hier de knoppen een beetje aangepast afgelopen tijd. Dus ik heb gewoon dingen voorbereid. Je verwacht het niet, maar het is echt waar. Dus, maar ik moet af en toe even met het knoppenpaneeltje hier even wat schakelen. Maar
Gaat volgens mij goed. We zijn er ook. We zijn live. We hebben goede verbinding. Een goed geluid, denk ik. Kom hard genoeg binnen, mag ik hopen. En zo niet, dan laat het even weten in de chat. Hè, want ik lees hem gewoon mee, hoor. Eens even kijken. Ja, het is nog rustig. Het is natuurlijk vrijdagavond. Goede vrijdag trouwens. Allemaal een hele goede vrijdag. Ja. En ja, vanaf zondag is het Pasen. De eerste paasdag op zondag. En de tweede paasdag is maandag. En ja, laat even weten. Ga jij nog wat doen? Ga je nog paaseieren zoeken? Ga je nog op vakantie even een dag of twee, drie in het weekend? Ga je nog ergens naartoe? Of nou ja, laat het even weten in de chat. En later op in deze avond gaan we naar de telefoon. En dan kan je natuurlijk gezellig bellen. Ik zou zeggen proost, want ik heb een beetje dorst gekregen. Ja, ik moet natuurlijk 2 uur lang praten. Dus af en toe heb ik hier een slokje, hoor. Dan, ja, nou, Piero Mat zegt ook, ja, fijne Pasen inderdaad. Ja, fijne Pasen. Dus wat gaan jullie doen met Pasen? Laat het even weten. Ga je nog ergens naartoe? Of ga je misschien nog even een weekendje weg? Of ga je gewoon met de familie paaseieren zoeken? Paasbrunch en dat soort dingen. Laat het gewoon even weten. Roan van Rossum ook aanwezig. Goedenavond allemaal. Nou, goedenavond Roan. Roan, denk ik dat te zeggen. Ja. Leuk dat je op deze livestream terecht gekomen bent. En dat je kijkt naar een gekke vent in een Hawaii bloesje. Ja, hallo, wij zijn AVP. Eens even kijken. Ik ga nog knalletjes verven met de familie. Darksel ook weer aanwezig. Gaston, stem aan. Nou, goedenavond allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar deze livestream van AVP Vuurwerk. Gaston, stem uit. Ja. Ja, doe hem gewoon, hè. Nou, ik kreeg al op de Discord te horen van... ja, je moet gewoon zeggen dat allemaal prijzen te winnen zijn. Dan komen er wel mensen. Dus nou, er zijn prijzen, mensen. Prijzen. Gigantisch veel mooie prijzen. En je ziet het ook onder in beeld hier trouwens. Ja, ik heb hem weer aangezet. De tippie stream. Mocht je nog denken bij jezelf... Nou, mijn salaris is een paar dagen geleden gestort. En ik gun AVP nog eens wat. En ja, ook voor de Discord kosten. Want ja, dat kost gewoon wat tientjes per maand natuurlijk. De hostingkosten. Nou, je ziet die QR-code staan. Je kan gewoon met je telefoon op je scherm gewoon plop. Ja, hier staat die bij mij. En nou, dan kom je vanzelf op die pagina terecht. En ja, willekeurig kan je gewoon doneren. Dus nou, laat het even weten. Ik zal hem ook nog even voor de liefhebbers in de chat zetten. Dus die zien het ook nou. Ja, dat werkt ook nog. Ja, dat werkt helemaal mooi. Helemaal goed. Even kijken hoor. Roan zegt, mooi bloesje. Puur ervoor zou ik al kijken. Ja, helemaal geweldig. Ja, daarom heb ik ook aangedaan. En Roan, ik weet niet of je afgelopen jaar ook hebt gekeken. De laatste maanden van 2023. Maar ik zat echt elke week in een vuurwerkbloesje. Ja, dat houden we natuurlijk in. Deze maand is het iets rustiger. Doen we 1 keer per maand een stream. En ja, tegen september, oktober doen we elke week een livestream. Dus ja, dan wordt het ook steeds drukker. Maar tegen die tijd dan zal ik weer wat nieuwe vuurwerkbloesjes showen. Want ja hoor, we hebben er weer een paar. Maar die ga ik dan pas aandoen natuurlijk, hè. Even kijken hoor, wat zijn we nog meer? Heb je kamer nog niet helemaal opgeruimd, Arjan? Vraagt Rojo. Nou, het is best wel opgeruimd eigenlijk. Dat zou je niet verwachten, maar ik laat dit gewoon allemaal hier zo om me heen staan. Want ik denk, ja, dan gaan we live, kan ik het elke keer weer terugzetten. Dus ik heb het eigenlijk gewoon, ik heb hier een heel groot bureau. Ja, dat zie je niet zo goed, maar hij loopt nog helemaal door. En hier heb ik aan deze kant ook nog een stuk bureau. Dus nee, ik kan nog wel lekker zitten hoor. En inderdaad, het is op een gegeven moment wel eens een keer tijd om, ja, ik ga die computer dus bouwen inderdaad. Dat ga binnenkort mee beginnen. Helemaal zelf assembleren. Ja, dan heb ik hier een groot bureau om dat allemaal ja, makkelijk te kunnen doen. Ik dacht eraan, misschien moet ik nog een videootje van bouwen of zo. Van ja, een soort ja, assemblage video. Hoe de AVP PC in elkaar wordt geschroefd. Nou, is het leuk? Laat het even in de chat. En vind je het helemaal niks, dan doe je gewoon een duimpje omlaag. Dus, maar goed, even kijken. Even kijken hoor. Vuurwerk Straatvideo's NL zegt morgen. Hey, Vuurwerk Straatvideo's NL. En Ten Haven vraagt, is de juf ook weer aanwezig? Nee, ze is volgens mij nog niet gesignaleerd in de chat. En is dat een batikblouse, Arjan? Een batikblouse, vraagt Elegant. Weet ik veel, ik heb hem gewoon online besteld. Gewoon, ik zal het maar vertellen. Ik had vorig jaar volgens mij, of 2 jaar geleden alweer, had ik een, want ik draai ook feestjes en partijen. Dus ja, ik DJ ook wel eens. Had ik een Hawaii party, Hawaii feest, bij een gelegenheid. Dus super druk, 50, 60, 70 man zo daarbinnen. En dat was allemaal in de categorie ja, Hawaii. En allemaal mensen met dit soort blouses. En ja, dan kan je niet achterblijven natuurlijk. Dus toen heb ik zo een paar van die blouses ook weer via internet gehaald. Even kijken. Rojo zegt... Firework Freaks 13 zegt... Goedenavond vuurwerkvriendjes. Rojo, verjaardag vieren 2 dagen. Oké. Ben je jarig, Rojo? Laat even weten. Gefeliciteerd alvast dan, mocht je jarig zijn.
Goedenavond allemaal. Arjan, ben je weer live? Vraagt Nakkie Piero Mafkees. Ja, Nakkie, ik ben zeker live hoor. We zitten weer helemaal live erbij vanavond. Of ja, het is echt waar. Het is niet opgenomen, want kijk, het is 29 maart 2024. Het is 21 uur 10. Ja, 10 over 9 inmiddels. We zijn 10 minuutjes pas bezig. Ik heb het gevoel dat ik al veel langer bezig ben. Even kijken. Piero Mat zegt, nou, veel succes met je PC dan. Nou, dankjewel Piero Mat. Gaat goed komen. Ik heb er ik ga een dikke unit maken. Zo'n jongens. Hoe heet zo'n ding? Zo'n GeForce RTX 4070 gekocht. Een Z97 Pro Wifi moederbord. Allemaal van Asus. Zo'n kast ook. 64 gig geheugen. Nou, nog wat dingen die erbij hoort ook bij zo'n PC. Dus ja, binnenkort gaan we het lekker opbouwen. Even kijken, iemand nog iets gehoord wat er op de markt in Tsjechië is, bij Tony is gebeurd, vraagt Piero aan. Nee, ik heb zag al wat voorbij komen, maar ik zag iets dat het helemaal leeg was of alles was weggehaald of zo. Zoiets was het. Oh, kijk, de juf is heel even aanwezig, zegt juf Iris. Oké, nou, welkom. Ja, ik zag in de AFP-discord dat er geen vuurwerk meer stond. Oké, maar ik heb het eigenlijk niet gevolgd, maar... Wat is er gebeurd? Heeft hij een inval gehad? Of is er wat anders gebeurd? Laat het even weten. Jan Bakker ook aanwezig. Zegt goedenavond, kruidsnijvers. Hoi Jan, leuk dat je aanwezig bent bij deze livestream. Even kijken. TS T-shirt vraagt, hebben ze het paaseischilder op je hemd geoefend? Ja, het zou zomaar kunnen inderdaad. Nakkie Piero Mafkees zegt, lekker bezig. Ja, we zijn weer live, Nakkie. Valencia was gekkenhuis. Ja, dat is natuurlijk ook, zegt Nakkie. Ja, we hebben het allemaal meegekregen. Valencia is weer geweest. Fallas, Fallas. Was weer één groot gekkenhuis. We hebben ook op de AVP YouTube hebben we een filmpje geplaatst... van die 4, nog wat 2 kilo bom die ze daar afstaken. In Palau. Ja, we hebben natuurlijk daar veel over gehoord. Hè? Ik bedoel, ik kreeg zelfs allemaal reacties op YouTube onder de video. Van ja, en waarom plaats je dat nou? En het laat maar zien hoe het niet moet. En ja, maar weet je, aan de andere kant dacht ik wel... het is wel wat er gebeurt, dames en jongens en meisjes. Dus dit is ook gewoon wat er gebeurt daar op die avond. Dus ja, dat is toch de waarheid, zeg maar. Dus. En ja, natuurlijk, je kan hele mooie video's uploaden. Ik moet zeggen, ik had deze doorgestuurd gekregen. Maar ik heb zelf geen andere video's gehad. Of ik ben er ook zelf niet bij aanwezig geweest. Dus ja, ik had geen materiaal om mooie filmpjes op YouTube voor AFP te zetten, zeg maar. Dus. Maar goed, wellicht ga ik er volgend jaar heen of anders een keer het jaar erop. Maar... het staat wel in de planning om een keer te gaan, dus het gaat goed komen. Even kijken hoor. Noname zegt, hey, goedenavond. Pieroman zegt, ja hoor, die was 4,2 kilo, dat was abnormaal. En Dennis Nieuwendijk, ja ja, daar is die. Grote vriend Dennis. Arjan, daar is die weer. Ja, zeker Dennis. En ik weet ook dat Dennis altijd met een bakje chips en de kat op schoot naar dit zit te kijken. Dus even een duimpje naar Dennis en zijn kat. En ook wel zijn vriendin, denk ik. Want die kijkt misschien ook wel een keer mee. En die zal wel denken, want dat is wel een rare gozer met zo'n een of andere fout Hawaii-shirt. Ja. Nou, hallo. Goedenavond. Ik ben Arjan van AFP Vuurwerk. En het is 13 over 9 op vrijdagavond 29 maart 2024. Goeden vrijdag. Ignite to Unite zegt, goedenavond Arjan en mede Piro's. Hey, goedenavond. Ja, inderdaad, Nakkie zegt, ziek hoor. Dat was echt een klap. Dat is, ziek. Ja, dat was het ook inderdaad. Ik heb trouwens nieuwe geluidjes voor de oplettende kijkers. Dus af en toe moet ik nog even wennen. Dat zal snel klaar zijn. Maar ja, ik dacht, joh, ik gooi er na al die maanden eens een paar nieuwe geluidjes in. Hopelijk kun je het waarderen. Dus ja. Hey, toch weer zo'n bijna 44, 45 man op die stream. Ja, ik vind het helemaal... ik vind het helemaal geweldig. Ik dacht bij mezelf, ja, weet je, vrijdagavond, goede vrijdag dan, is toch zo voor die paar dagen vrij. Ja, wie zal er dan gaan kijken natuurlijk, hè? Maar nou, ik moet zeggen, het valt me niet tegen. Ik zat laatst naar een andere livestream te kijken, daar keken 10 man of zo. En het was een veel groter YouTube-kanaal, dus nou, dan doen we het nog niet verkeerd, zou ik zeggen. Trouwens, heb je nog niet geabonneerd? Want ik zag inmiddels, even kijken, ja, deze dag kwamen er een paar mensen bij. Dus Levi, Ronald Kuipers en Lamp, L-A-M-B, die hebben zich ook geregistreerd. Heb jij nog niet gedaan, doe het even. En dan kom je ook in beeld trouwens. Dus als je nu registreert op AVP Vuurwerk op YouTube. YouTube.com/AVP Vuurwerk. En dan registreer je gewoon even. Even belletje ook aanklikken. En dan kom je hier zo meteen ja, in beeld. Kan trouwens ook met de donaties. Je ziet hem al hier zo in beeld staan. Wat is die? Hier zo, ja.
Je kan de QR-code gewoon scannen en dan kom je nou op een website terecht. En dan kan je een willekeurig bedrag wat jij graag wilt doneren aan AVP kan je overmaken. En dan komt er hier een heel mooi bericht in beeld. Dus het werkt echt, want er zijn al heel wat mensen voorgegaan. En daarmee draag jij bij aan het onderhoud van AVP op de Discord. Want jullie weten het, de vaste kijkers weten het. Kost ongeveer €50 per maand. We hebben nog wat domeinnamen en dat soort dingen voor AVP. Dus dan wordt het ook een klein beetje. Het is niet helemaal dekkend, maar alles is mooi meegenomen. En dan kunnen we daar mooi aan besteden, zeg maar. Dus goed, mocht je willen doneren, je ziet de link hier staan. En dan zie je ook die voortgangsbalk. Nou, ik heb er maar wat ingezet, nu €100 geloof ik of zo. En dan is die vol. Nou, dan krijgen we toeters en bellen. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Ging lekker los in Palau, zegt Naki. Goedenavond, zegt Mr. Flash. En Dennis zegt, ja, dat denkt ze inderdaad, Arjan. Wat een gekke vent daar op die stream met AVP. AVP, wat is dat eigenlijk? AVP, dat is toch die algemene verordening dat en dat van de gemeente? Nee, dit is Arjans vuurwerkspace, AVP. We zijn er al sinds 1998, dus al heel lang. Even kijken. Het seizoen begint weer bijna, hè, zegt No Name. En Piro is ook aanwezig. Avond. Piro had zegt door aankondiging op de Discord of zo. Oké. Ja. Dat is van die Tsjechië gast? Of is dat omdat je nu naar de stream kijkt? Weet even niet. De 18e was gekkenhuis op Palau, zegt Jan Bakker. Ja, ik heb natuurlijk ook die filmpjes zitten kijken. En er waren ook wat gasten live op TikTok en zo. En op voor mijn YouTube ook. Voor mij zag ik ook Ruben Koet weer huppelen daar. Dus ik heb zo eens een beetje mee zitten kijken. En hier net als nu met de koptelefoon op. Dat knalt er goed op los hoor. Ik ben zelf, ik heb het al vaker gezegd, niet zo heel erg van het harde knal. Ik vind er gewoon niks aan. In de lucht wel mooi als saluut, zeg maar, in een show. Maar alleen maar die doffe dreunen op de grond. Is dat, net als met op dat plein daar, zeg maar, in Palau. Op Palau, in Palau, met Palau. Dat is gewoon niet aan mij besteed. Dus ik zou het misschien wel een keer leuk vinden om te zien. Maar ik kijk veel liever naar Mascletta. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat is allemaal georganiseerd. Dat gaat in zo'n kooi en dat gaat allemaal de lucht in principe. En het valt op de grond daar. Maar je staat dan vanaf een afstandje. En natuurlijk de shows in de avond. Ja, die kan ik wel waarderen, zeg maar. Ik probeer al, denk ik, een jaar of drie met AFC Ajax. Met Patrick die kant op te gaan. Maar ja, het komt er gewoon ook niet van. Dus ik geloof dat hij nu zei dat hij volgend jaar had geboekt of gaat boeken. Nou, wie weet gaat het gebeuren. Maar ik had het al eerder uitgelegd. Rondom die data, is mijn tweeling jarig. Dan zijn mijn dochters jarig. Dus ja, dan moet je dan toch bij aanwezig zijn. Hè? Ja, dat laten we gewoon even niet lopen. Ze zijn 5. Dus dat snappen ze nog niet zo als papa er niet is, zeg maar. Dus, maar goed, we gaan even kijken hoe het allemaal loopt. En ik zal ongetwijfeld nog wel een keer in Valencia komen voor het grote feest. Even kijken. Piro Domstad Utrecht. Hey Arjan. Hey Piro Domstad Utrecht. Leuk dat je weer aanwezig bent op deze livestream. En ik ben even trouwens benieuwd. Het burgerberaad is er wat mee aan de hand. Want ik weet dat Piero Domstad inderdaad zich hard maakte voor het burgerberaad Utrecht. En ik had begrepen volgens mij, maar verbeter me even als het niet is, Piero Domstad, dat het toch gaat komen dat er een verbod gaat komen al vanaf dit jaar of volgend jaar, ik weet het niet. Maar het is allemaal niet, ze hebben je niet echt gehoord volgens mij. Nou, laat even weten of het zo is. Trouwens een donatie, ja. Super veel dank aan Piero Mats. Fijn weekend, zegt hij erbij. Ja, je zag hem in beeld, hè? Dus het werkt echt, hoor. Ja, het werkt echt. Kijk eens even. Je ziet hem onder in beeld. €3 van 100. Nou, we zijn er al bijna, dus dat gaat lekker. Even kijken, hoor. Die shows zijn echt lijp door de stad heen. Vooral de straatshows waren dik, zegt Naki. En Piero Domstad zegt, ja, het klopt. Het is inderdaad, dat is waarschijnlijk over dat verbod in Utrecht. Ja, waar gaan we heen? Waar gaan we heen, jongens? Waar gaan we heen? Lekker weer verbieden natuurlijk. Ik weet nog niet of het er nou beter van wordt. Want voor mij werk je alleen maar meer illegaliteit in de hand. Ja, mensen denken toch, ja, als het dan toch verboden is, dan haal ik wel wat zwaardere knallers. En dan steek ik ze ergens wel een keer af op oudjesavond. Niks meer gecontroleerd. Maar volgens mij is het ook helemaal niet meer te controleren natuurlijk. Kijk naar Piero Domstad zegt, dat gaan ze zeker doen dit jaar, zeggen ze nu. Oh, jongen. Nou, dat is geen goed nieuws, Piero Domstad. Maar je hebt in ieder geval je best gedaan. Dus santé. Je hebt je best gedaan. Ja, meer kan je niet doen, hè? Ik bedoel, het is gewoon heel lastig om daarbij te komen bij de politiek. Je hebt het al voor elkaar geregeld om daar te praten. Bij het stadhuis was het voor mij toch? Maar geloof me, als gemeenten denken van we willen het niet, dan willen ze het gewoon niet. Kunnen ze wel een of ander referendum invoeren of een burgerberaad.
Maar het is, als ze het niet willen, dan willen ze het gewoon niet. We kijken. Pieter Seu zegt, die gemeenteverboden lijken wel de norm te worden inmiddels. Ja, dat is ook zo. Hè? En dat is ook een beetje de tendens. Dus als in sommige steden de burgemeester het voor elkaar krijgen om een compleet algeheel verbod voor elkaar te krijgen, ja, dan volgen die gemeenten erop ook gewoon. Want je moet je voorstellen, die hebben allemaal vergaderingen met elkaar. Ik bedoel, je hebt de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik ben er ook regelmatig bij aanwezig geweest als techneut voor een paar bedrijven waar ik heb gewerkt. We zaten in zo'n zaal met allemaal honderden van die ambtenaren en burgemeesters en zo. Ja, dan staat op de agenda inderdaad vuurwerk. En dan zat ik daar echt bij die regie en techniek waar ik dan zat. Echt zo van... je handen jeuken om er wat over te zeggen. Maar ja, je bent daar natuurlijk als techneut en dan ga je er niet in mengen. Maar dan wordt er gewoon gezegd... Nou, weet je wat? Arnhem gaat het niet doen. Rotterdam heeft een verbod. Nou, weet je wat? Dan doen we het in Den Haag ook. Doen we het in Utrecht ook. En zo volgt het elkaar gewoon op. West 35 zegt... Zwolle en Utrecht komen erbij. Roel Wijngaarden zegt, het breidt zich uit als een olievlek. Zeer slechte ontwikkeling inderdaad. Ja, ja. Nakje zegt, kan een verbod zijn? Zien we in Haarlem ook. Bij ons helpt helemaal niets. Nee, ja, dat is het ook. Hè. West 35 zegt, gewoon door blijven stoken. Ja, de echte diehards natuurlijk. Hè. En het is ook wel gek inderdaad. Nakje zegt ook al, de winkels verkopen wel gewoon. Dus je hebt een verbod in Rotterdam. Maar de winkels mogen verkopen. Ja, Maar dat is het ook. Hè. Ze gaan uiteindelijk die winkels ook verbieden te verkopen. Ze trekken gewoon vergunning in. En het wordt gewoon een algeheel verbod dan. Ja, dan gaat het heel hard. Ik heb nooit gemerkt dat die verboden iets uitrichten, zegt TS T-shirts. En Nilla Vanilla 2 is ook aanwezig. Hola amigos. Hey. Leuk dat je er bent. En volgens mij zie ik er wel binnenkomen. Ja. Dronevideo's. €10. Ja. €10 gedoneerd. Hij zegt, Arjan, toppertje. Dankjewel, Dronevideo's. Helemaal geweldig. Draagt ook weer bij aan de kosten van de AVP Discord en de domeinnaam en dat soort dingen. Dus ja. Even kijken hoor. Nooit gemerkt dat die verboden iets uitrichten. Inderdaad, een beetje krom, zegt Naki. Gewoon stoken, jongen, zegt Kenmerk. Ik weet niet wat er waar van is, maar ik heb ook gehoord dat ze die verboden willen kunnen instellen per veiligheidsregio om de zogenoemde lappendeken te verminderen. En dan hetzelfde beleid, zegt Pio Zeus, in de veiligheidsregio. Oh, zo. Hier in Apeldoorn hebben ze ook al een paar jaar een verbod, maar is er nooit zoveel vuurwerk verkocht en afgestoken, zegt Henny's Gamekanaal. Rotterdam heeft verbod, ja, alleen handhaaft de politie daar niet echt. Ja, is ook gewoon niet te doen, joh. Rotterdam, jongens, hoeveel inwoners en hoeveel winkeltjes daar en hoeveel mensen steken gewoon af. Nee. Zegt Mr. Flash trouwens, inderdaad. Pieron zegt, hier in Helmond werd er met het verbod net zo afgestookt. En heel erg dik spul ook trouwens. Ja, dat zag natuurlijk met corona, hè. Laten we eerlijk zijn, jongens. Corona, ik stond hier zelf hier in Vianen, waar ik dan woon, stond ik ook buiten autos aan. Want nou, ik dacht het ene jaar natuurlijk van, laten we ons daar maar een beetje aan houden. Ik had alleen maar sterretjes met mijn kinderen. Ja, ik heb me er toch aan gehouden. Want ja, ik dacht, laat ik ook een beetje meegaan erin. Nou, ik... Iris kan het... kan het beamen. Ik stond gewoon met tranen in mijn ogen bij mij in de voortuin. Op de straat, want er ging zoveel de lucht in. Dat was echt ongekend. En ook zwaar spul, zeg. Ongelooflijk. Ze mogen vuurwerkwinkels niet zomaar verbieden. Valt weer onder andere wetgeving, volgens mij. Alleen natuurlijk met situaties in woonwijken, zegt Rowan van Rossum. Ja, dat klopt, Rowan. Want ja, je weet het allemaal, die explosie in Rotterdam. Nou, oh ja, toevallig zat daar ook een vuurwerkwinkel om de hoek. Nou, poe. Dat was heel gevaarlijk. Er kon bijna vonkoverslag zijn en heel de boel in de brand. En kon exploderen als Enschede. Nou, daar werd natuurlijk gelijk bijgehaald. En ja, toen dacht ik al, ik zei toen nog hier thuis tegen een aantal mensen ook. En voor mij ook in de livestream hebben we het een keer over gehad. Er gaat natuurlijk gezeik van komen. En ja hoor, een paar dagen geleden weer, of gisteren of eergisteren weer, een nieuwsitem in de landelijke media. Dat ze nou toch ook wat strenger gaan controleren bij winkels in woonwijken. Ja, daar ga je dan. Kijk, wat Piero Seus zegt, met winkels voeren ze het uitsterven blijft. Geen nieuwe er meer bij en de huidige stoppen vanzelf wel. Ze verkopen wel, maar stukken minder als voorheen. Ja, het is ook niet meer interessant natuurlijk, hè. Kansloos allemaal, zegt Naki. En Piero Wat zegt, gaan we als de nieuwe PC in elkaar gezet is, ook eindelijk met z'n allen in een server spelen? Ja, ik ben helemaal geen gamer, maar wat bedoel je met server? Ik bedoel, ik weet, het is wel zo'n vuurwerk game. Dat schijnt ook heel gaaf te zijn. En, ik weet dat Koen en Sven ook wel eens live gingen ermee, dus... Maar goed, we kunnen wel eens kijken inderdaad, Pieromats. Even kijken hoor. Lompe Boer zegt live vanaf de pooltafel vanuit Vuurwerk Outlet. Yes! Ja. Succes met de pooltafel.
Helemaal geweldig. Mensen die kijken gewoon vanaf het werk of vanuit de kroeg of vanuit, nou in dit geval vanaf de pooltafel. Bij Vuurwerk Outlet. Helemaal geweldig. Mr. Flash zegt, precies, zolang je je gedraagt zien ze er geen meerwaarde in om in te grijpen. Droomvideo zegt, Nieuw Beiland was een goed voorbeeld dat een verbod totaal niet werkt en juist voor ellende zorgt. Ja, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt, hè. Mensen laten zich niet zo makkelijk vertellen van, oké, nu mag je geen vuurwerk meer afsteken, dus komend oud en nieuw, niks meer. Mensen zijn het gewoon gewend. Is traditie, ga je weer. Vinden het gewoon leuk om af te steken en ja, dat hou je toch niet tegen, joh. Hou je niet tegen. Pieroon zegt, stonden op elke hoek van de wijk wel rekjes met buizen voor de deur. Corona ging het helemaal los en elk weekend protest, zegt Naki. Ja, dat is ook inderdaad. Ja. Nille van Nille Toe zegt, die steekt wat af. Tegen de tijd dat de handhaving op politie er is, dan sta je twee staten verder. Ja, ik zag dat ook. Mensen steken gewoon een paar cakes af en lopen naar een voortuintje. Is die klaar? Even naar binnen. Even een oliebolletje eten en niks aan de hand. Ja. Even kijken hoor. Rowan zegt, maar ik snap het ook niet, want een bunker is veilig. En dan gaan ze het in vrachtwagens en ambulances zetten. Ja, dat vond ik ook zo. Ik zag die foto's toen in de media. In die krant en op internet en zo. En dan denk ik, hoe kun je zo dom zijn? Het had prima gewoon kunnen blijven staan. Want dat is nou juist waarom het zo veilig is. Die bunkers worden elk jaar gewoon zwaar gekeurd. Dat kost echt duizenden euro's per jaar. Mensen beseffen het vaak helemaal niet. Ja, dat kost gewoon het hele jaar door kost alles geld. Niet alleen in december natuurlijk. En er wordt gewoon voor duizenden euro's aan investering gedaan. Dan moeten er weer nieuwe armaturen, nieuwe lampen, nieuwe sprinklers. Dan moeten we dit, dan moeten we dat. Dan moet het 2 uur brandweerend zijn in plaats van 1 uur. Nou, ze maken het zo gek als maar zijn kan. En dan is er zo'n brand verderop bij een vuurwinkel. Niet eens bij de vuurwinkel zelf. En gewoon, ja, dan trekken ze alles uit die bunkers om het goud te vervoeren. En inderdaad, vrachtwagens en ambulances. Je zag op een gegeven moment die ambulancebroeders met een brancard, met cakes erop en dozen. Nee, jongens. Ten Haven zegt, coronajaren waren erg dik. Wat een mooi speel toen. En Thuisbezorgd NL zegt, gaan jullie het hele seizoen een beetje druk maken om al die verboden? Gewoon totaal negeren die ons in zonde om hier tijd aan te besteden. Ja, je hebt ook wel een beetje gelijk, Thuisbezorgd NL. Even kijken, is maar een kleine groep die loopt te janken, verpesten het voor de rest, zegt Naki. Qua vuurwerkgame is Spiroworks een aanrader. Gratis en best wel veel vuurwerk met goede graphics, zegt Rowan. Oké, nou inderdaad, mocht die mijn PC in elkaar geflanst zijn, dan ik heb het ook wel eens voorbij zien komen, maar mijn huidige PC is daar gewoon totaal niet geschikt voor. Ik ben lang blij dat dit nu goed gaat. Volgens mij zijn we nog steeds aanwezig en geluid goed, beeld goed, alles goed. Dus laten we het even zo houden. Vorige keer wilde ik wat graphics hierin zetten en nou, dat liep gewoon helemaal vast. Dus ik heb gewoon een i5 desktopje nu en dat wordt straks een hele dikke game PC. Althans, ik game niet, maar wel een hele dikke PC. Met ook een dikke Nvidia-kaart erin. Dus ja, dat gaat wel goed komen dan. Even kijken hoor. Ja, check de Discord. Daar heb ik de game gestuurd, zegt Piromat. Oké, ja, ik zie hem inderdaad. Ja, ik zie hem hoor. Piroworks. Ja, is een free-to-play, mainly multiplayer game. Ja, ik heb hem wel eens met AFC Ajax zitten spelen een keer op een andere PC. Dus gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Even kijken hoor. Zo jongens, we gaan lekker. Bijna 60 kijkers. Even kijken hoor. Gewoon los en hier gelukkig weinig zeikers in de wijk. Om 12 uur weet iedereen waar ze moeten zijn. Haha, zegt Pieroen. Mark van Nieuwhuizen zegt, gewoon los. En even kijken hoor. We moeten er geen aandacht aan geven, zegt Naki. Ja. Even kijken. Als je bang gaat zijn, dan geef je er juist aan toe, zegt Nilla van Nilla toe. Ja, ja, ja. Knalkoning ook weer aanwezig. Goedenavond, ouwe rakkers. Nou, goedenavond, Knalkoning. Leuk dat je weer bent bij deze livestream van AFV Vuurwerk. Het is bijna 9:30 op vrijdagavond 29 maart 2024. En we zijn er tot en met 11 uur. Jullie weten het inmiddels. Vaste tijd. Vaste dag op vrijdag. Elke laatste vrijdag van de maand. Dus zet hem alvast in je agenda voor de volgende keer. Want ja, ik kan het wel zeggen. Ik weet nu voor de volgende keer. Even kijken. Is april. Nou, dat zou dan op 26 april moeten zijn. Maar we moeten heel even kijken of dat wat gaat worden. Want dat is één dag voor Koningsdag. Dus nou, is het een goed idee? Laat het even weten. En anders moeten we inderdaad misschien een weekje opschuiven naar voren. En dan zou het 19 april worden of zo. Maar goed, dat zie je nog op de Discord. Dus houd in de gaten. Even kijken hoor. Oh ja, Pio Domstad zegt, eind april horen we meer of het verboden wordt. En dat gaat over Utrecht inderdaad dan. Even kijken hoor, Elegant Piro zegt, ze mogen het verbieden hoor, maar mijn vuurwerk zal er zeker wel komen. Ja, dat is ook wat het is natuurlijk. Even kijken hoor. Rob Veeman zegt, 53 kijkers. Nou, kijk, geweldig. En dat op die vrijdagavond met een gekke vent in een Hawaii-bloesje. Ja. En volgens iemand anders was het het schilderen van mijn kinderen van de paaseieren. Nee, het is echt een sunset. Het is een sunset. Nee, het is Hawaii. Ja.
Even kijken. Gaat de telefoon nog los? Vraagt Rob. Ja, zeker Rob. Ik ga hem iets verder in de uitzending. Ga ik hem even opengooien. Ik denk zo een half uurtje nog of zo. Tegen 10. Laten we dat gewoon doen. Je weet het, hè. Dan kan je bellen naar de studio. En dan zie je het ook. Het is het. Hier zo. Hier ziet het in beeld dan zo. Dan komt het vanzelf. Als je het in beeld ziet, dan kan je gaan bellen. Dus dat. Klote reclame, zegt Knalkoon. Oh, ik heb, dat had ik juist uitgezet. Dus goed dat je ik zie ook helemaal geen eens een melding dat ik dat er commercials zijn. Dus ik doe het niet expres. Dus sorry. Maar ik heb voor me uitgezet in de instellingen dat er geen commercials doorheen gaat. Maar mocht het wel zo zijn, dan is er iets aangepast. Ik zit trouwens ook zelf mee te kijken. Maar ik zie helemaal geen commercials. Maar dat kan zijn omdat ik een YouTube Premium account heb. Dus dan wordt dat volgens mij gewoon geskipt of zo. Ik weet het niet. Rob Veeman zegt, mooie blouse, Arjan. Dankjewel, Rob. Ja. Ik dacht voor de gelegenheid. En het is bijna Pasen. Een fleurig Hawaii bloesje. En ook omdat het lekker weer gaat worden natuurlijk. Hè? Want we gaan al richting de lente zo. Nou, ik ben er wel aan toe. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar ik haat regen. Echt, mensen die mij goed kennen weten dat. Echt, het scheidregen kan ik zo niet tegen. Altijd zeiknat. En de afgelopen maanden alleen maar regen. Dus voor mij mag die zon lekker gaan schijnen. Ja. Even kijken hoor. Nilla van Nille zegt, de Koningsnacht ben ik zelf pleiten in ieder geval. Ja, dat is Koningsnacht natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk, Nilla van Nilla. Ja, misschien moeten we die vrijdag 26 april maar niet doen. Want dat is gewoon niet handig, denk ik. Dat is Koningsnacht inderdaad. Ja, dan gaan er waarschijnlijk weinig mensen kijken. Hè? Dan gaan weinig mensen kijken. Maar weet je, ik denk gewoon dat we hem dan op vrijdag 19 april gaan zetten. Maar houd het gewoon even in de gaten. Ik zeg het nu al hardop. Maar ik heb helemaal nog geen idee hoe de planning dan is. Maar mocht het zo gaan worden, dan is het misschien beter om een weekje voor die 26 gaan. Want ja, dan inderdaad op Koningsnacht en zo, dan gaan heel veel mensen natuurlijk weg. En je hebt de dag naar Koningsdag. En ik moet zelf misschien ook werken of doen of weet ik. Ik zit natuurlijk in de media, dus ik moet even kijken hoe het allemaal loopt, zeg maar. Even kijken hoor, verbieden gemeentelijk heeft helemaal geen zin, zegt Kwakkel. En verbieden in Nederland heeft ook helemaal geen zin met open grenzen. Ja, dat is het ook, hè. Ik bedoel, het is heel simpel. Verbied hier de bende. En je haalt alles uit het buitenland natuurlijk. Dus dat is helemaal geen probleem. Even kijken hoor. Nu is juist een mooie tijd om de komende jaarwisseling te plannen, zegt Nilla van Nilla. Ja, nee, ik bedoel niet de jaarwisseling. Ik bedoel de planning voor de volgende livestream, volgende maand. Nee, einde van het jaar gaan we heel veel live. Dat weten de vaste kijkers wel. Dan zijn we elke week, elke vrijdag zijn we live. Dan moet heel gek lopen als het dan niet is. Maar goed, je ziet ook heel veel grote YouTubers die dan... Die zijn nu ook trouwens helemaal... Ik weet niet, ik zie ze niet. Ik zie bijna geen video's meer. Ja, nu door Fallas was natuurlijk in Valencia is er wel iets gekomen. Ik vind het altijd heel bizar. Die grote kanalen. Ook Ruben Koet en zo. Extreme Rides natuurlijk. Die zijn gewoon helemaal stil. Je hebt er nog een paar natuurlijk. Goed. Ja, ik hoop met AFP toch wel een beetje uniek te zijn. Dat we gewoon elke maand er wel zijn met een livestream. Dat we een beetje blijven kleppen. En een beetje contact blijven houden over vuurwerk. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hè. Trouwens, voor de liefhebbers. Ik heb van de week gesproken met Lucas van Wolf. Jullie kennen hem allemaal wel. En die gaan deze komende maand naar China. En dan, als ze terug zijn, gaan we even bij ze langs. Dus camera gaat in mee. En ik denk dat we dan ook een podcast gaan opnemen. Dus bij deze alvast gaan we regelen. Dus dan wordt het ook weer gezellig. Jullie kennen Lucas inmiddels wel. Lucas Chia. Dus, een medewerker bij Wolf Vuurwerk uit Twello. En die kan, zoals je in de video's van AFP ook hebt gezien de afgelopen maanden... Leuk over vertellen en we zijn altijd welkom daar, ook voor rondleidingen en om te filmen. En heel misschien dat we eens een keer voor elkaar kunnen krijgen om met een aantal AVP'ers die kant op te kunnen gaan. Maar dat moeten we allemaal even nog aankleden en we gaan weer prijzen doen en we gaan van alles doen. Maar dat zal allemaal vanaf september natuurlijk gaan plaatsvinden, want dan wordt het gewoon veel drukker met de vuurwerkelarij, zeg maar. Nu zitten we nog een beetje in de komkommertijd, eerlijk is eerlijk. En het gaat goed komen, Maar ze zijn in ieder geval naar China komende maand en ze hebben nieuwe producten. Ik kreeg al wel wat te zien en ik mocht alleen nog niet delen. Dus er zijn leuke dingen in aankomst, in aantocht. En ik mocht zelfs een beetje meedenken met een aantal dingen qua effecten. Dus we gaan het meemaken allemaal. Maar meer daarover binnenkort. Even kijken. Ik moet even kijken en scrollen, want het gaat hard. Brian B. zegt, de echte komkommertijd is al aangebroken. Ja, dat is altijd vanaf januari tot en met... het is het augustus, zo voor de zomervakantie is het gewoon heel rustig eigenlijk. September gaan we los. Jullie weten het, AFP was eigenlijk ooit voorloper van de 1 september hype, zeg maar. We gingen toen altijd met AFP al op 1 september gingen we stipt live met het forum. En dat hebben we jarenlang gedaan.
En eind januari gingen we dicht. Nou, we blijven tegenwoordig gewoon open met de Discord. En met het forum is trouwens ook weer online. Voor degene die denken, hey, het forum, ja. afpvuurwerk.nl/forum. Die is gewoon open. We zijn niet knijteractief, maar wel actief. De Discord is wat drukker. Ik zie trouwens dat er wel wat mensen weg zijn gegaan afgelopen dagen. Ja, het is ook gewoon heel rustig inderdaad. Maar althans, de Discord gaat lekker door. 686 mensen. Dus ja, als we richting die 700 gaan, daar zaten we bijna aan. En toen gingen er weer een paar mensen weg en nog een paar. En toen kwamen er weer een paar bij. Maar ik denk dat we dit jaar wel over die 700, 800 kunnen gaan, hoor. Alleen het is gewoon heel rustig inderdaad. Ja. Even kijken hoor. Waar ben ik gebleven? We blijven knallen. Ook in Utrecht, zegt Rob Vreeman. Ja. Ik kreeg ook reclame, zegt Be Yourself. Maar hey, dan verdien je ook wat als het goed is. Ja, het gek is, ik heb het volgens mij uitgezet. Ik zie het ook helemaal niet staan. Dus normaal krijg ik zo'n melding in mijn OBS, zeg maar, waar ik mee stream. Van let op, over een minuut komt reclame. En alle andere keren heb ik het gewoon weggeklikt. Dat hebben jullie dan niet in de gaten. Maar ik heb natuurlijk allemaal schermen voor me. 3 schermen. En dan klik ik van alles weg dan. Oh, ja, mocht er een reclame komen, excuses. je mag weten. Ja, ik ben inderdaad YouTube-partner sinds afgelopen december was het ook voor mij, ja. Nou, wel geteld heb ik met alle video's, met alle livestreams, met alles erop en eraan, alles wat ik erin heb aan tijd heb ingestoken, energie en de moeite en noem het op, €100 verdiend. €100 verdiend met YouTube. Ja, ja, ja. Echt tienduizenden hits en weet ik het, en livestreams urenlang gedraaid. €100. Dat is dan los van de donaties natuurlijk. Maar €100 via YouTube. Nou, wil je heel rijk ervan worden? Nou, dan moet je inderdaad al honderdduizenden abonnees hebben. En heel veel live gaan en heel veel video's uploaden. Dan verdien je er misschien nog wat aan. Maar ja, het is mij daar niet om te doen hoor. Het is gewoon leuk om dat het kan en dat je er iets mee voor terugkrijgt. Maar het zet geen zoden aan dijk helemaal nu. Want ik zat toevallig van de week even te kijken. Nu is het helemaal rustig. Dus ik kom niet aan die hits. En YouTube die keert pas uit boven de €70 of zo. Nou, ik zit al vanaf voor mij januari of februari zit ik al op €10 of €20. Dus ik krijg gewoon niet uitbetaald. Dus tegen de tijd dat ik tegen de €70 zit, dan zijn we waarschijnlijk wel in september, oktober aanbeland. Dus is al bijna kerst misschien. Dus nee, daar zit het mij niet om te doen hoor. Dus mocht je in reclame kijken, ja, het gaat mij 3 cent opleveren. Maar ja, sorry, ik kan hem niet stoppen, want ik zie het ook niet. Dus goed, dat is het dan even. Ja, als je toe bent aan lente, moet je gewoon een keertje naar Valencia, zegt Nila van Nila. Ja, ja, ja. Even kijken. Oh, jongens. Het gaat goed met de chat. Ja, wat is in jouw ogen de top compound van Nederland, vraagt Elegant Piro. Ja, weet je, ik vind ze. Ik heb niet per se echte toppers, liefhebbers. Ja, ik moet natuurlijk zeggen, ik ben met van de Puma-lijn van Wolf ben ik erg van gecharmeerd. Ja, een aantal importeurs hebben gewoon hele mooie cakes. Ik ben altijd een beetje objectief ook in hetgeen wat ik echt mooi vind. Want oudjaarsavond heb ik vaak ook alle van diverse importeurs dingen staan. En ik vind het allemaal mooi. Ja, weet je, ik ben ook niet zo heel selectief in bepaalde dingen. En ik vind het heel leuk om ook dingen te testen voor importeurs of van winkeliers die ik dan ken natuurlijk. En ik krijg meestal wel wat dingetjes mee. Maar goed, ik heb afgelopen jaar aardig wat van de Wolf afgeschoten. En daar zaten gewoon eigenlijk geen floppers tussen. Dus ja, echt iets nou zo noemen vind ik gewoon heel moeilijk. Nou, wat vinden jullie mooi? Laat het even weten in de chat natuurlijk. Hè? Even kijken hoor. Welke strijder heeft €13 gedoneerd, zegt Kenmerk. Nee, dat hebben Drone Video's en Pyromats gedaan. dat hebben zij gedaan, Kenmerk. Dus Pyromats heeft €3 gedoneerd en Drone Video's zojuist €10. Ja. Ja, Pyromats zegt het al inderdaad. Janice Bro zegt, the man, the myth, the legend. Goede fit weer, Arjan. Dankjewel, dankjewel. Ja. Even kijken. Ik ga even paaseieren pakken, Arjan, zegt Kenmerk. Ja, dat. Arjan, vind je dat Leslie als vuurwerkimporteur de markt verpest met klote producten? Ja. Ja. Leslie komt af en toe met dingen dat ik denk van, nou, ja, zou je dat nou wat doen? Waarom zou je dat überhaupt op de markt brengen? Maar goed, dat had ik met Evolution dit jaar. Jullie weten wel welke cake ik heb afgebrand. Iets met een clown erop. Jullie weten het misschien nog wel. Nou, ik vond het echt de flop van 2023. Oh jongens, dat was altijd een waarloze cake. Maar dat heb ik ook trouwens niet onder stoel of banken geschoven in de livestreams. Dat weten jullie wel. Maar Evolution had bij mij altijd wel had ik een hoge pet van op. En stond bij mij echt wel in de favorieten. In de top 5, zeg maar.
En ze hebben nog steeds hele mooie artikelen, hoor. Maar goed. Dan kom je met cakes, niet gekooid, gedaan. En dan denk je, ja, nu steek je het af op oudjesavond. Een beetje wind, een beetje... En het vervliegt, het doet... Het is gewoon, ja, je kan dan beter zo'n Lidl en Aldi uit Duitsland cakeje afsteken, zeg maar. Even kijken, Naki Pilum Afkees zegt... Fijne avond allemaal, ik ga pitten morgen vroeg op en tuintje doen. Oh, nou, veel plezier, Naki. En kijk eens, Nille van Nille toe. €10, dankjewel, ja. Oh, oh, jongens. Ik sloop gelijk de hele studio hier. Dankjewel, Nille van Nille toe. €10. Een fijne paas alvast in ieder geval, zegt hij. Ja, dankjewel, hetzelfde natuurlijk. Een lekker paaseieren eten, chocola. Oh, ik kan geen chocola meer zien, dames en heren, jongens en meisjes. Eet je helemaal schilder dan. Maar Naki, veel plezier, wel trusten. En ja, maak er wat moois van in je tuintje. Over tuintje gesproken, mijn tuin moet ook een keer aangepakt worden. Jongen. We wonen hier dit jaar 7 jaar, maar we hebben die tuin nooit aangepakt. Dus nou, dan begrijp je het wel. Er staat ook een of ander chaletje. Pff. Dat ding nog overeind staat, is echt nog een wonder. Maar goed. Even kijken. BioCell zegt, ik zou graag die containers uit China importeren. Ja. Nou, we krijgen binnenkort waarschijnlijk wel weer wat video's vanuit Wolf. Misschien nog wat andere importeurs. Waarbij, ja, ze zijn natuurlijk nu al druk met China. Ik zei het net al. Wolf gaat alweer naar China. Ja, er zijn heel veel importeurs naar China geweest. Maar ze gaan nu alweer voor de tweede keer, volgens mij uit mijn hoofd, in april. Weer de boel in de gaten houden en checken. En check, dubbelcheck. En ook nieuwe artikelen via Wolf. Dus binnenkort kan ik er wat meer over vertellen. Maar tot op heden, ja, als ze terug zijn, dus zo half of eind april, dan maak ik een afspraak met Wolf. Gaan we weer naar Twello. Of ze komen hier. Ik weet niet. Ik moet even kijken in de studio. Kijken gewoon even hoe het gaat. En dan gaan we eens kleppen met Lucas over nieuwe artikelen. En misschien met nog een vertegenwoordiger. En dan, misschien kunnen we een podcast opnemen tegelijk. Dat is ook wel leuk. Ik had het al voorgesteld. Neem ik een mengtafeltje mee. Dan kan je mee opnemen ook. En dan van deze microfoons. Je ziet ze al hier her en der staan zo. En een leuk podcastje maken over vuurwerk. Even kijken. Tja, weet je, die komkommertijd is wat je er zelf van maakt. 12 april gaat de loods weer open. Er valt genoeg te plannen. En misschien ook stiekem wel wat te stoken, zegt Nina Vrienden. Ja. Even kijken. Oeh, jongens, ik moest naar beneden scrollen, zie ik. Dronfjes, ja, doneer even, mensen. Nou, dankjewel. We zitten inmiddels lekker. We zitten zo op €23 tijdens deze, ongeveer bijna 3 kwartier dat we live zijn. Dus misschien gaan we het doel wel halen. Gaan we het doel halen, zo lekker zijn. Ik heb hem even op €100 gezet. Het maakt me trouwens ook niet uit, al wordt het 40, 50, 60. Helemaal geen probleem natuurlijk, hè. Alles is mooi meegenomen. Even kijken, €100, doe je goed. Boek uitgeven kost alleen maar geld. Zegt Roel Wijngaarden. Even kijken. Joris zegt, ja, Roel Wijngaarden. Wel een leuk boek, hoor. Ja, ik heb hem hier ook liggen. Van Roel Wijngaarden. Zoek even op Google. Roel Wijngaarden. En dan zijn boek. Heel mooi. Even kijken. Ik heb mijn paaseieren, hoor. Zegt Kenmerk. Maar wat vind jij nou van de Paranoid prijskwaliteit verhouding? Oh, die weet ik even niet zo snel uit mijn hoofd. Maar we kunnen wellicht even kijken. Maar ik heb het al eerder gezegd. Ik ben altijd heel bang om hier een browser te openen. En dat zo in een... pipje niet laten zien, want dan staat de hele toko te klapperen op de computer. Dus meestal, dit werkt nu. 1 camera zo, deze. En dan laten we het gewoon even draaien. Even kijken, Roel zegt, de teller staat op 456 exemplaren. Zo, hij heeft al aardige boeken verkocht. Ik zou zeggen dat Roel bijna wel op de Bahamas kan gaan wonen met zijn inkomsten ermee. Nee, grapje, want... Ik weet dat Roel eigenlijk pas bestelt op het moment dat iemand ook bestelt. En dat kost ook gewoon heel veel knaken bij een uitgever. Want ja, hij kan niet in één keer 100.000 boeken laten drukken. Nee, dat doet hij per boek elke keer apart. Dus voor zover ik weet, Roel, ja, beter als het niet zo is. Maar dat zet geen zoden aan de dijk in dat opzicht. Hij verdient er misschien een paar euro aan. Dat is het dan ook. Maar dat mag ook natuurlijk. Want heb je het boek? Het is echt geweldig. Ja, ik ga het gewoon weer zeggen. Wacht, ik pak hem even erbij. Ik heb hem hier liggen. Momentje, doe even wat voor jezelf. Pak even wat drinken of ga naar de wc. Daar ben ik weer. Dit is hem. Ja, jullie kennen hem wel. Kijk, boek van Roel. Kruidkoorts en oliebollengriep. Oudjaarverhalen van toen. Roel Wijngaarden. Ja, ik heb het al vaker laten zien. Ik moet echt zeggen, ja, ik hou hem heel netjes, hoor. Het is echt, ja, ik kan het laten zien natuurlijk. Kijk, het staat helemaal vol. Kijk, ken je ze nog? Zie je dat? De oude sterretjes van weleer. Oude prents van weleer. Je ziet het. Ja.
Even reclame voor Roel Wijngaard natuurlijk, hè? Even een applausje voor Roel trouwens. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit boek al een tijdje in huis. Maar ik heb hem nog nooit, ik heb hem nog niet eens helemaal uitgelezen. Ik ben een beetje aan het bladeren af en toe. En ik vind vooral echt die oude plaatjes, dit soort dingen. Kijk, zien jullie het? Ja, het is misschien een beetje moeilijk te zien. Maar het is, het geeft gewoon. Als je het leest ook, dan denk je, jongens, wat een sfeertje zit erin, zeg. En nog leuker vind ik trouwens, want dat is natuurlijk wel waar ik natuurlijk gelijk naartoe ging. Ik weet ook dat, kijk, hier ook die pijltjes en zo. Dat is echt, dat is leuk. Hij heeft ook AVP er namelijk in benoemd. En dat vond ik dan wel weer leuk. En daar gaf hij ook aan dat het inderdaad zo ooit begonnen is. Dat het Vuurwerkmuseum daar zo, dat ze elkaar hebben leren kennen. Dat klopt ook, want het Vuurwerkmuseum, die mannen hebben elkaar gewoon ontmoet op AVP. En ik kan het nu zo snel natuurlijk even niet vinden. Maar er was gewoon ergens een heel hoofdstuk over AVP. Dus ik weet niet waar dat is. Superleuk. Ik herken zoveel dingen natuurlijk. Allemaal oude labels, allemaal oude dingetjes die we kennen van... Ik zie hem al. Het was wel jammer dat hij trouwens het oude logo had gebruikt. Maar kijk, hier zie je het. Zie je dat? AVP. Even een passage. Het gaat ietsje terug. Even kijken. Dit is nou ongelooflijk. Dit ga ik... Even kijken. Jij moet even kijken waar ik begin ongeveer, want... een heel verhaal. Hebben heel veel tekst. Even kijken. Waar zal ik beginnen? Hij begint op een gegeven moment over... het discussiëren over vuurwerk en alle randzaken verliep via het forum van de website. Ben ik al iets te ver nog? Hierzo. In 2004, toen er nog... geen Facebook, YouTube, Twitter en andere social media was, had je naast veel kleine vuurwerk gerelateerde websites drie grote, tussen haakjes, community websites voor en door vuurwerkliefhebbers. Ik noem ze even in willekeurige volgorde: Freak Pyromaniacs, Vuurwerkcrew en ArjanUitman.com. Ja, dat is dan natuurlijk AVP, want ik had ooit mijn account ArjanUitman.com, daar was het ook bekend van. Iedere website met zijn eigen imago en doelgroep. Bijna elke vuurwerkliefhebber had een account op één of meerdere van deze websites en was actief bezig op de fora. Het was inderdaad voor YouTube en voor Facebook en Instagram en TikTok. Dat was er toen nog helemaal niet inderdaad. Dus je ging gewoon... open praat nu hoor, maar je ging gewoon naar een forum. Ja, het was booming business in die jaren. Als je bij wilde blijven op vuurwerkgebied, moest je bij één of meerdere sites aangesloten zijn. Alle nieuwe artikelen zag je daar voor het eerst. Soms zelfs met een filmpje erbij. Er was ook trouwens, YouTube en AVP. We hadden 8 servers draaien, hè. 8 servers. Waarvan ook 2 videoservers en een fotoserver. Ja, dat is echt bizar. Tegenwoordig gooi je alles in de cloud en op YouTube en zo. Maar dat was toen allemaal niet. Ik weet ook dat ik heel veel data verstookte toen. Kreeg ik ook zelfs extra rekeningen. Ik heb echt honderden euro's in die tijd betaald extra. Even kijken. Discussiëren over vuurwerk en alle randzaken liep via het forum van de website. Je had daar in de vorm van korte berichten contact en discussie met andere liefhebbers. Dat was een enorme populaire bezigheid als de R in de maand kwam. Zelf heb ik ook avondenlang achter de computer gezeten om de lopende discussie bij te houden. Vooral bij de jongere populaire website AVP, daar is die Arjans Vuurpagina, liep dat zo storm, zo na 1 september. AVP was een seizoenswebsite die open was van 1 september tot en met eind januari. Duizenden leden melden zich elke 1 september weer aan om een seizoen mee te draaien op AVP. De server van deze website stond regelmatig roodgloeiend om al het dataverkeer te verwerken. Ja, dat was echt zo. Het lag gewoon plat. Vuurwerkfora leefde echt maximaal in de jaren ongeveer tussen 2002 en 2012. Eén topic op het forum van AVP zal ik in ieder geval nooit vergeten. Het Nederlandse kanonslagen topic. Met erin duizenden posts van eventueel bezoekers die iets te melden hadden over de Nederlandse 450 kanonslag. Uiteraard had je daar diverse merken en labels van, maar in principe waren het allemaal dezelfde rotjes met bijna dezelfde constructie en kruidinhoud. Ja, dat was geweldig. Dat was gewoon een leuke tijd inderdaad. Dat wordt dus even benoemd in het boek van Roel. Ja, ik zal hem niet helemaal gaan voorlezen, dan zijn we 3 uur verder. En ook leuk is, en daar gaat hij. En voor degene, je kan het niet goed zien. Maar we hadden ook heel veel one-liners inderdaad. Dat was dus inderdaad vroeger, toen je oud en nieuw beleefde met min 10 graden Celsius. Roel heeft er 2 pagina's volgens mij aan gespendeerd in zijn boek. Nee, wat zeg ik? 4, 5 pagina's. 6 pagina's. 7 pagina's. Heel veel pagina's in ieder geval. Hij heeft echt heel veel. Het zijn misschien wel 7, 8, 9 pagina's. Vroeger, toen je dagenlang voor de etalage dummies bleef kijken. En vroeger, toen je met een rekenmachine uitrekende wat je kon krijgen voor 30 gulden. Ja, dat is geweldig.
Vroeger toen het nog echt leuk was met al die snippers. En vroeger toen de folders nog getypt werden. Ja, dat is gewoon nostalgisch. Dit is, ik zou zeggen, het boek van Roel. Kruidkoorts en oliebollen griep. Pom, pom, pom. Reclame. Kopen. Ja. Er was allemaal wat inderdaad. Dus ja, superleuk boek. Ik kan hem je zeker aanraden. Joris zegt, als je het boek leest, krijg je gelijk het gevoel van oud en nieuw. Ja, dat klopt ook. Ik heb het ook echt hoor. Ik heb me nu alweer bij en dan denk ik, jonge. Pietermat zegt, het AFP-vuurwerk. Als je die labels hebt van die AFP-cakes in de achtergrond, stuur die anders even in de Pietoworks Discord server. Dan maken mensen er een digitale cake van. Zo. Nooit over nagedacht eigenlijk. Nou, misschien moeten we daar eens een keer naar gaan kijken. Maar goed, ik hoor graag hoe we dat allemaal kunnen doen, zeg maar. Ik heb die images nog wel her en der staan. Tenave zegt, ja, dat boek van Roel ligt standaard naast het bed. Kijk, ja. Droogvideo's, die zegt, lees alles, joh. Ja, dan kunnen we een livestream van 5 uur maken om alles te lezen, natuurlijk. Pidong zegt, moet hem echt nog even bestellen. Ik heb helaas nog niet gelezen. Nee, dan... Even kijken, vroeger was het lastig, zegt Nilla Vanilla. Ik kreeg €100 van mijn ouders om uit te geven aan vuurwerk en geen cent eroverheen. Lijstjes maken zonder filmpjes van producten en zo'n budget was ook een topsport. Fireworks zegt, ik kreeg €50 en dan heel december folders bladen en alles uitrekenen, zodat je zoveel mogelijk kon halen binnen het budget. Ja. Toen had je nog een slof, rotjes voor nog geen €2, zegt Nilla Vanilla. Ja. En papieren sloffen, ja. En Roel Wijngaarden, gooi eens even een linkje waar ik dit prachtboek kan kopen. Nou, je kan gewoon even googlen volgens mij, kenmerk. Je kan gewoon even op Google doen Roel Wijngaarden. En dan kom je vanzelf al bovenaan ergens in de zoekresultaten. De uitgever van het boek. Gewoon kruidkoorts en oliebollengriep even intoetsen. En dan kom je er vanzelf. Eens even kijken. Pyro Power en zo. Zoveel mogelijk kleine spulletjes. Ja, dat was van Broekhoff inderdaad. Pyro Power. Ja, inderdaad. Lang niet gezien. Kleine spulletjes. Zo om zo van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts door te kunnen knallen. Ja. Vroeger, toen je voor €25 een volle tas had om lekker te kunnen stoken met je vrienden. Ja, weet je het nog? Rugtasje op en gaan door die wijk. Ja, dat was geweldig. En inderdaad, papieren broodjes. Ik mis ze. Dit jaar hopelijk weer zoiets van Funke. Heb al te lang geen broodje vast gehad. En dat was geen euro's. Het was guldens ten haven, toch? Ja. Het waren guldens, hè? Dat waren nog eens tijden. Ja, gulden. Als ik het tegen mijn zoon van 11, Jens, zeg, dan zeg ik, papa, gulden, wat is dat? Ja, die zijn toen gewoon opgegroeid met de euro. Gupje VW, ook alweer zegt, ben je in Valencia geweest, Arjen? Nee, ik ben niet in Valencia geweest, Gupje. Nee. Ik kon ook niet. En het is er weer niet van gekomen. Maar er komt een jaar dat ik mij in Valencia heb begeven in maart. Gaat goed komen. Ik zei het al eerder, ik heb het met AFC Ajax er al een paar keer over gehad. Ja, we gaan naar Valencia. We gaan naar Valencia. Ja, en dan komt het er weer niet van. Het gaat goed komen. Heb het gestuurd. Heb hoe het gestuurd in de Discord hoe digitale cakes werken. Oh ja, ik zie inderdaad... Ja, inderdaad. Pieter de Jong zegt, boek al 2 keer gelezen. Topper voor de decembermaand. Krijg je gelijk hunkering naar de jaren 90. Ja, dat is ook... Ik heb het nu al... Je scrolt en je bladert, moet ik zeggen. En je bladert door het boek heen en je hebt gelijk die sfeer te pakken. Nou, de mannen zijn hier, zoals jullie weten, in december ook hier in deze studio geweest. Toen zaten ze hier zo naast me. En Roel nam vuurwerklucht dingetjes voor me mee. Een soort van die wierook dingetjes die ruiken naar vuurwerklucht. Ja. We hebben dus ook hier thuis op Oudjaarsdag of zo hebben we geloof ik... Ja, Oudjaarsdag, ik weet het nog goed. Hebben we hem heel even aangestoken, een minuutje. Nou... Iris zei al gelijk, mijn vriendin, hè, van uit dat ding. Het stinkt hier helemaal alsof je... je kent het wel, het luchtje. Alsof je op 1 januari in je gang staat, in je halletje. Na het vuurwerk afsteken. Zo rook het ook gewoon serieus. En Fireworks zegt, volgend jaar naar Valencia. Nou, we gaan het al zien hoor. VNTRR zegt, hallo VNTRR. Venter, ik weet niet hoe het precies uitspreekt, maar VNTRR zie ik staan. En guldens, dat waren nog eens mooie tijden, zegt Rob Vreeman. Ja, wie weet het. We worden oud. Ja, ik denk nog wel eens terug aan de guldentijd, hoor. We zitten al jaren natuurlijk met de euro, maar
soms zit ik toch een soort om te rekenen. Van, had ik nou ook een, zeg maar, waar, ik was van de week in Utrecht in het centrum. Had ik nou ook een colaatje voor 9 gulden toen gekocht? 9 gulden of 10 gulden op een terras. Jongens, dat had je nooit gedaan. Echt niet. Helemaal gek gewoon. Maar goed. Even kijken hoor. Bierman zegt afgestoken vuurwerk ruikt altijd lekker. Ja, dat is dat luchtje, hè? Dat kruidluchtje is lekker. Hè? We hebben de jaren hiervoor voor lief genomen met vuurwerk. Het is echt niet beter op geworden helaas, zegt Jannis Bro. En Joris, is het niet een keer leuk om een leuk idee om met een podcast met Roel te maken? Ja, nou, ze zijn al bij ons hier in de studio geweest, Joris. Gaan we even kijken op piropodcast.nl. Ja, hij staat er nog op hoor. De Piropodcast die we maakten met de mannen van het Vuurwerkmuseum. Nou, daar vertelt Roel ook uitgebreid over zijn boek. En alles wat erbij komt kijken. Dus ga even naar piropodcast.nl. En dan check even die podcast. Dan hoor je het. Vanaf binnenkort trouwens weer meer podcast. We gaan het echt doen hoor. Wat ik al zei, als ik naar Wolf ga ik ook weer neem ik het apparaat mee. En dan gaan we lekker opnemen. Dat wordt vast wel een leuke podcast. Van een uurtje of zo. Oh, kijk, even kijken. Gewoon in één keer. Vinter. Nou, helemaal goed. Ik vind het altijd heel erg mooi en bijzonder hoe jullie altijd aan die naam komen. Dat, ik heet op YouTube gewoon AFP Vuurwerk. Dus, Nille van Nen zegt, ik denk dat je helemaal thuis gaat voelen in Valencia. Vuurwerk lucht door de hele stad en je kan hetzelfde overhemd aan die je nu aan hebt. Ja. Ja, maar ik heb natuurlijk voor vuurwerkdingen heb ik vuurwerkblouse, hè, natuurlijk. Jullie weten het inmiddels. Zo vanaf september ga ik ze weer aan doen. Hè. Ik heb trouwens ook weer wat nieuwe op de kop getikt, dus die ga je dan weer zien. Ja. Maar afgestoken buskruid ruikt toch lekkerder dan fles, zegt Nila. Ja, dat is het ook, ja. Waar kan je dat vuurwerkluchtje verkrijgen, vraagt de NAV. Ja, dat weet ik dus ook niet. En ik weet dat Roel wel vertelt. En dan kan je ook in die podcast via pierenpodcast.nl luisteren. Hij heeft het ergens vandaan, maar hij heeft toen de naam niet genoemd. Want hij wist dat er leveringsproblemen waren. En ze konden de druk niet aan, zeg maar, van het leveren. En hij heeft het ook dus niet genoemd. Dus ik weet het niet. Ik heb het cadeau gekregen, het pakketje. Ja, ik heb het ergens neergelegd. Ik weet echt niet waar. Maar goed, ik kom er nog wel een keer mee voor de dag, zeg maar. Even kijken. Kijken. Volgend jaar Valencia. Ja, het lijkt me leuk om meer mensen tegen te komen, zegt vanuit Discord, zegt Nille van Nille. Vanaf april een pakje check, 55 gulden. Ja, als je het om gaat rekenen. Jongens. Je zou er gewoon spontaan van stoppen, zou ik zeggen. Ik ken wat mensen die hebben afgelopen maanden, hebben ze al het geld, die zijn gestopt met roken, hebben ze al het geld even apart gezet op een rekening. Nou, die schrikt zich kapot. Kun je weer een paar compounds van kopen, zeg maar. De blouse komt verder dan fles bij een ouderwetse nitraat, zegt Dennis Bro. Okay, je bent een gift voor onze pyromanen, Arjan. Nou, dankjewel, Dennis Bro. Jongen. Geweldig, wat een complimenten, ja. Ja, leuk om natuurlijk te horen. Dankjewel. Oh, je hebt het. Oh, juf Iris zegt, ik heb het weggegooid. Ze heeft het vuurwerklucht gebeuren weggegooid. Nou, is niet meer aan te komen, maar het pakje is al weggegooid. Nou. Daar gaan we weer. Nou, ik vond het dat klopt wel hoor. Het stonk echt enorm. Ik bedoel, ik hou ook van een beetje kruidlucht hoor. Maar dit was echt next level 3.0, zeg maar. Nille Vlinder zegt, ondertussen kost een pakje peuken nog geen 5 euro in Spanje. Zonder ogen uit te kijken. Ja, dan ben ik vroeger, mijn moeder rookt ook. En dan ging ik op vakantie naar Spanje. En dan ging er altijd wat sloffen mee de koffer in. Ja, dat was nog wat. Gingen we met zo'n busreisje, zeg maar, ernaartoe. Want ja, dan heb je helemaal eigenlijk geen douanecontrole dingen. Dus een paar van die sloffen zo, hup, onder in de koffer. En dat was altijd veel goedkoper, zei ze altijd. Ja, ik heb geen idee, maar ik rook niet. Ja, Nille van Nille zegt ook, ik heb gelijk 2 sloffen mee naar huis genomen. Even kijken, Haider Al-Shaboud zegt, goedenavond. Hey, welkom, leuk dat je kijkt. Oh. Ah, je hebt waarschijnlijk alleen maar dat kleine dingetje weggegooid. In plaats van een hele pakje. Want ja, pakje dacht ik. Jongens. Ik weet echt niet waar die ligt. Want het is dan wat dat betreft wel weer een zooi. Ik ga het volgende keer ga ik het laten zien weer. Dat is het vuurwerklucht dingetje, zeg maar. Dus, Even kijken. Nou, we zitten nog steeds lekker. We gaan over die, richting die 60 kijkers. Nou, mocht je deze link nog willen doorzetten naar andere mensen. Doe het vooral, hè. Deel gewoon deze link even van deze livestream. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde natuurlijk. En het zou leuk zijn als we tegen die 70 man aankomen vanavond. Dat op Goede Vrijdag, 29 maart 2024. Het is inmiddels
op een paar seconden na is het... het is het 20 seconden na is het 10 uur. Dus binnenkort, binnen nu en een paar minuutjes gaan wij de lijnen openzetten. Dat is de telefoonvork, zoals het heet. En dan kan je bellen naar de studio. Heb je wat leuks te melden? Ben je naar Valencia geweest? Ga je nog wat leuks doen komende paasweekend? Ga je nog even een paar dagen weg? Of ga je gewoon lekker op de bank hangen en eieren vreten? Dat, laat even weten. Zometeen gaat de lijn open. Ik denk zo over een minuut of vijf zo. Maar dat zie je dan vanzelf. Dan komt hier onder in beeld, komt op de stream het telefoonnummer te staan. En dan zijn de lijnen geopend. Yeah. Even kijken. Nilla van Lennen zegt, ik heb ook een halve slijterij meegenomen. Ruim bagage was uiteindelijk 14,5 kilo. Kantje boord met de maximale 15 kilo. Ja, ja. Even kijken hoor. Heide Alsjeboet zegt, dank Arjan. Ik had graag vanaf het begin meegekeken, maar ik was bij familie. Ha. Ik ga straks lekker terugkijken. Ook, heb je nog nieuws van wolfvuurwerk? Nee, nou, het is goed dat je zo begint. Ik had het net ook inderdaad even al gemeld, maar toen was je nog niet aan het kijken waarschijnlijk. Ik heb contact gehad met Lucas. Jullie kennen hem wel, Lucas China. En die zei van, wij gaan in begin april gaan wij naar China. En dan hebben we mooi nieuws over nieuwe artikelen. Dus ja, dan krijg ik het te horen. Ik heb al wat dingen voorbij zien komen. Ik mocht alleen nog niet delen. Dus dat, ja, dat doe ik dan ook niet. Want eerlijk gezegd, dat vertrouwen geven ze mij dan ook. En dan ga ik al niet van tevoren dingen lopen roepen. Maar ik weet wel dat ze met nieuwe artikelen en nieuwe producten bezig zijn. En er gaan echt mooie spullen komen. Dus houd het in de gaten. Via onze livestreams binnenkort ja, ga je het horen. Ja, ik ga naar Wolf weer binnenkort, naar Twello. En als ze terug zijn, dan ga ik alles horen. En dan ga ik ook proberen om gelijk weer wat te filmen. En wellicht ook een podcast met die mannen op te nemen. Dan gaan we het even lekker zo in die showroom neerzetten. En dan gaan we een mooie, mooie opname maken, zeg maar. Even kijken hoor. Dus dat gaat goed komen. Dus dat is een beetje het nieuws van Wolf nu inderdaad. Kijk, ten avond zegt Pettermans ook nog niet gezien. Nou, kent iemand Pettermans of Eindhoven Vuurwerk? Laat het even weten. Ja. Die zeggen heel vaak van, oh, ben je live geweest? Ja, ik moest werken. Maar jullie weten het inmiddels. Je kan deze livestream gewoon, als het afgelopen is, dan stop ik hem, zeg maar. En dan kan je gewoon gelijk terugkijken. Dus wees niet bang, wees niet ongerust. Het komt allemaal goed. Even kijken hoor. Nele van Linden zegt, tja, ik zit in de horeca, dus... Pasen wordt doortrekken van 12 tot 12 beide dagen. Ja, maar wel extra geld natuurlijk. Hè? Ik moet trouwens zelf tweede paasdag werken op maandag. Heb ik wel een soort weekenddienst. Maar ik moet van 5 uur 's middags tot na 12 uur 's avonds moet ik werken. Dus dat is extra inkomsten natuurlijk dan. Hè? Lekker hoor. Ja, Heider, als je moet, het klopt. Zin in, zegt hij. Nou, vanaf denk volgende livestream of misschien die daarna. Dan meer info over Wolf artikelen. Lorenzo Huizing is ook aanwezig. Hij zegt hoi, hey, hoi Lorenzo. Even een applaus voor Lorenzo. Ja, 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 ja. Utrechtse Godmot 03, zeg ik het goed? Altijd die naam voor jullie. Hey Arjan, goed dat je weer bent, man. Nou, jij ook. Top, leuk dat je even kijkt naar de livestream. Wat zit voor een vaag nummer trouwens. Ik ga even wat anders opzetten. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Zo. Even kijken. Zeker goed voor de bankrekening. Gaat weer naar mijn eigen crowdfunding. Ja, ja, ja. Ik heb dus afgelopen weken heb ik wat computerspullen bij elkaar gesprokkeld. Ik had het al aangegeven. Maar ik, Arjan AVP, ga een nieuwe, ja, dikke PC bouwen binnenkort. Want waar je dit nu allemaal op ziet, het draait op eigenlijk gewoon een i5 desktopje met wel 40 gig intern geheugen. Maar er zit gewoon geen goede videokaart in. Het staat hier allemaal, vooral nu met die livestreams, allemaal te klapperen. En ik ben elke keer bang als ik nu al iets open of zo, dat het dan gaat klapperen. Dat hebben we al een paar keer gehad. En dat wil ik dus gewoon niet. Dus nou, volgens mij loopt het nu helemaal goed. Maar ik moet nergens aan zitten. En dan blijft het wel draaien. Maar dan gaat een mooi spul komen. Je ziet het ook een beetje achter mij staan. Hier zo. Ja, ik weet niet of je het kan zien hoor. Hier achter mij staat het. Om te beginnen met de voeding. Ja. Kijk eens even. Alles van de TUF Gaming. Misschien ken je het wel van Asus. Asus. TUF Gaming. Kijk, we hebben er ook straks nog wat vennetjes in. Het gaat allemaal kleuren geven. Dus ja, het is van alles gekocht. En een GeForce RTX 4070 heb ik ook aangeschaft. Hele dikke TUF Gaming case. De GT502. Ja. Nou goed, hier staat het. Dus duimpje omhoog als je het leuk vindt natuurlijk. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Misschien kunnen we daar wel een opname van maken. Hoe de AVP... Ja, PC-bak in elkaar geschroefd wordt. Misschien wel leuk. Het is voor mij al 10, 15 jaar geleden dat ik voor het laatst een PC in elkaar geassembleerd heb zoals dit. Ik heb wel vaker PC's in mijn hand, natuurlijk dagelijks zelfs. Maar
dan hoef ik ze niet te assembleren met alles op en aan. Dit is gewoon helemaal alles losgekocht. CPU, memory. Ik ga trouwens 64 gig DDR5 ingooien. Dat schijnt goed te zijn, hè? Nou, het wordt wel een dikke bak. Dus misschien een beetje overkill voor hetgeen wat ik ermee doe. Maar ja, het moet gewoon ook in één keer goed zijn. Dan kan ik er weer jaren tegenaan. En dan kunnen ook dat, die vuurwerk game mooi mee spelen dan, zeg maar. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Ja, geld voor Valencia tickets, zegt Fireworks. Ja, ja, ja. En Nille van Nille zegt nu al, ik ben van plan volgende maand alweer te boeken. Ja, je moet er voor mij wel vroeg bij zijn als je in Valencia zelf al zit daar, toch? Hotels zitten al vol en appartementen. Nou, John Doe, Pio Movies ook aanwezig. Goedenavond. Ja, goedenavond, John Doe. En Abse D zegt, lekker man, alsof het al bijna weer zover is. Ja, ja, het lijkt al voor je gevoel bijna weer einde van het jaar. Maar nee, we zitten pas 29 maart. Trouwens allemaal een heel goede vrijdag. Hè? Goede vrijdag. Ja, het is inderdaad, het gaat wel hard hoor. Eerlijk gezegd, ik had het ook. Ik denk, ja, het is alweer eind maart, de laatste vrijdag. Dus we gaan livestreamen. Ik leef er wel een beetje aan toe hoor. Tenave zegt, wel goed in elkaar zet, anders heb je een andere bak met vuurwerk. Ja, ik weet het tenave. Ik heb wel veel PC's in elkaar gezet in het verleden hoor. Maar mijn eigen echte dikke PC was 10 jaar geleden of zo. En daarna ben ik allemaal van die desktops gaan gebruiken. Gewoon alles kant klaar erop en eraan. Een dikke SSD erin. NVMA, weet ik wat allemaal. NVM, dat soort dingen. Weet je wel, ja. Nee, het komt goed. En ik heb ook heel wat filmpjes bij elkaar gesprokkeld. Ik zit natuurlijk ook regelmatig op YouTube te kijken hoe die case-builders dat allemaal doen. Ja, dat is mooi hoor. Dus ik heb ook handschoentjes gekocht. En ik heb zo'n soort kwastje om die thermal paste goed zo'n streepje een beetje uit te smeren, zeg maar. Ik heb er zo'n waterkoeler op voor gekocht. Heb ik ook nog trouwens een waterkoeler. Dus ja, het gaat allemaal goed komen. Heide Asseboet zegt, is het 1 keer per maand dan de livestream? Ik dacht dat het om de 2 weken was. Nee. We zitten nu, deze maanden zitten we gewoon elke laatste vrijdag van de maand. En anders moet je even op onze Discord kijken, want daar geven we het ook aan wanneer we live gaan. Maar nee, het is gewoon nog komkommertijd en we gaan niet elke week of om de 2 weken live. Het is gewoon eigenlijk in principe als het kan de laatste vrijdag van de maand. Al zagen we net dat de laatste vrijdag van de komende maand van april is vrijdag 26 april. En dat is natuurlijk Koningsnacht. Hè? Ja, ik denk niet dat het dan handig is om dan live te gaan. Want er zitten gewoon heel veel mensen die zijn dan de deur uit. En misschien moeten we het nou een weekje opschuiven naar voren dan. Althans, naar voren schuiven bedoel ik. Dus dan wordt het waarschijnlijk 19 april. Zet hem vast een beetje met potlood in je agenda. 19 april gaan we waarschijnlijk weer live. En anders dan lees het even op onze Discord. Discord.gg/AVP vuurwerk. Ja. Even kijken hoor. Hey Arjan, vraag je. Waarom is die radiostudio van AFP eigenlijk gestopt? Die jullie ooit samen allemaal hadden? Vraagt Kenmerk. Nee, dit was de radiostudio van ProFM. Als je dat bedoelt. Voor PiroFM was het toen. Ja, het heette ProFM. Ja, die studio is die is niet van mezelf. Die is van Gert van Studio. Jullie kennen hem wel als gebruikersnaam. Hij is de eigenaar van ProFM en een goede vriend van mij. Maar die heeft ook gewoon zijn bedrijf in het pand. En hij heeft nu een ander bedrijfspand. We zaten ooit in Moordrecht voor degene die al heel lang op AFP zitten. En die altijd naar de PiroFM uitzendingen en de Nachtbrakers uitzending keken. Zaten we toen vanuit Moordrecht op een industrieterrein. En echt al jaren geleden is hij naar Waddinxveen een ander industrieterrein verhuisd. Echt aan de andere kant van A12, zeg maar. Naar de Koenenkoop, zo heet dat bedrijfterrein in Waddinxveen. En daar heeft hij gewoon een bedrijfspand. En daar is ook een studio. Alleen het is ook een demo-studio. En heel vaak liggen de dingen uit elkaar. Of zijn dingen weg. Of heeft hij het nodig voor projecten en klussen. Ja, dus op die manier, eigenlijk aan de hand daarvan had ik ook gedacht. Dan ga ik hier zelf ook een paar dingen neerzetten. Om dit te kunnen doen wat ik nu doe. Livestreamen, camera, een mengtafeltje hier. En allemaal met geluidjes. Ja, en dus dat soort dingen. Maar uiteindelijk, nu zou ik... Als het aan mij ligt, kan ik gewoon elke week of elke dag live. Maar dat is wel makkelijker. Maar ja, die studio is gewoon, die is er nog wel. Alleen ja, je moet gewoon continu alles bij elkaar krijgen qua agenda's. En iedereen moet kunnen en noem het op. Ja, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom we toen gestopt zijn, zeg maar. En ook gewoon privé. We hadden gewoon weinig tijd en we waren druk en met kinderen. Nou, 2019 is mijn tweeling geboren. Het is gewoon echt heel intens. Twee meiden natuurlijk. Super gaaf. We zijn inmiddels 5 jaar geworden al. Afgelopen 7 maart, sorry. Maar uiteindelijk, het kost gewoon heel veel energie en tijd. En nu wordt het een beetje beter. In de zin van, het is al beter. Maar dat je wat meer tijd krijgt om dingen echt te ontplooien, zeg maar. Dus daarom heb ik afgelopen jaar, zeg maar, einde van het jaar bedacht. Van, nou, dan gaan we wel livestreamen en dat soort dingen doen. Dus
om daar een beetje tegemoet te komen natuurlijk. Dus ja, vandaar eigenlijk. Nou, nieuwe camera gekocht, deze camera. Helemaal 4K. Het schijnt ook dat er een hele goede zoom op zit. Gaan we eens even kijken. Zie je het? Nou. 4K cameraatje gekocht. Zo'n Elgato ding. Dus dat werkt wel heel mooi, hoor. Even kijken. Harder zegt, ik zet hem lekker in mijn agenda. Maar ik kreeg ook een melding van YouTube dat je live gaat. Ja, klopt. Als je gewoon abonneert op ons YouTube kanaal. youtube.com/avvuurwerk. En dan krijg je vanzelf een berichtje zodra we live gaan. Ik zit trouwens even terugkijken naar dat matje wat helemaal niet scherp stelt. Ik weet niet waarom dat is. Ik ga het nog een keer proberen. Even kijken. Misschien dichterbij. Dichterbij. Als het goed is, moet dat scherp stellen. Nou, het werkt normaal helemaal geweldig. Zie je dat? Maar goed, jullie kennen het wel. Even kijken. Ik zag op de nieuwe site van Vuurwerkfeestje dat de Defcon Box Cakes apart verkocht gaan worden. Oké. Ja, oké, ik begrijp het wel. Ik keek laatst alleen die nachtbraakuitzending terug en dat zag er echt onvoorstelbaar leuk uit. Ja, dat klopt. Eerlijk is eerlijk, weet je, welke vuurwerksite ken je die dit soort dingen doet? Deze livestream natuurlijk ook, maar ook uit een radiostudio. En eerlijk is eerlijk, weet je, we zitten natuurlijk zelf een beetje in die branche, dus wij kunnen makkelijk aan apparatuur en dat soort dingen en verbindingen komen. Maar we stonden daar op een gegeven moment daar toen in Moordrecht en we hebben toen ook een nachtbrakers gedaan waarbij we vuurwerk verloten. Jullie weten het nog wel, kijk ook op ons YouTube kanaal, staat het vast nog wel ergens. Dat er dus een aantal mot in een auto ergens over de A12 richting Bodegraven, die kant Moordrecht, die kant op reden. En toen werd er ook gewoon echt zo goed naar gekeken en geluisterd. Honderden mensen hingen aan die livestream. Ja, er waren gewoon gasten die stapten gelijk in een auto en die reden naar die locatie om dat vuurwerk op te gaan halen. Maar toen hadden we gewoon live verbindingen. Dat heet een live viewer is dat, een WMT-verbinding. Dat zijn mobiele dataverbindingen. Daar gaan ze 8 simkaarten in zo'n kastje met allemaal van die antennes. Dan heb je een rugzak om, zeg maar. Dat zie je wel eens bij journaals en zo. En dan, ja, dat soort dingen, dat hadden wij allemaal gewoon. En dat is, het kon niet op. En de streamservice en... Ook hier hoor, als je kijkt wat er allemaal staat. Voor iedereen die het niet weet. Deze microfoon kost €400 per stuk. Ik bedoel, ja, en ik heb er dus 3. En nou, nog meer apparatuur. En bij Gert in de studio, bij ProFM. En er staat voor €10.000 aan apparatuur. Dus het is natuurlijk heel leuk dat we het kunnen. En we vinden het ook hartstikke leuk. Maar ja, het is eigenlijk gewoon een gekkenhuis natuurlijk. Wat we er allemaal aan besteden. En wat allemaal kost ook trouwens. Dus, maar dat was eigenlijk natuurlijk superleuk om daar ProFM mee te maken dan. Ja, en helaas is dat gewoon echt niet meer te doen, zeg maar. Dus ja, dan zijn we ook mee gestopt voorlopig. En ja, we kunnen ook niet garanderen. Maar deze livestream dus wel natuurlijk. Dus, even kijken, Roel Wijngaard zegt... Ja, nachtbraaksuitzending op de avond voor de verkoopperiode. Was geweldig. Ja, we beginnen dan een dag... De avond voor de officiële verkoop beginnen we live. Vanaf 9 of 10 uur 's avonds. En dan doortrekken tot 8 uur 's ochtends. We hadden DJ's in de studio. We hadden allemaal bezoek. We hadden vuurwerk afsteken op het terrein. Want ja, het was gewoon een afgesloten terrein. En het kon allemaal niet op. Het kon niet te gek. En allemaal Red Bull kopen. En allemaal ja, energiedrankjes en chips en oliebollen en borrelnootjes. En ja, het was gewoon een super gave tijd natuurlijk. En toen kon het ook gewoon allemaal. We hadden zelfs toen Miranda, 007 Girl, misschien ken je er nog. Haalden we naar de studio. Er was toen ook heel veel sneeuw. En dan gingen wij ook gewoon eigenlijk... gingen we ook gewoon vuurwerk afsteken daar. Dus ja. Gekke dingen meegemaakt. Joris zegt, ja, die reclame is echt vervelend. Ja, sorry Joris, sorry. Ja. Ik krijg ook helemaal geen melding dat het... ik ga even kijken of het kan uitzetten hoor, een momentje. Wacht, ik zie het nu. Ik kan dus iets aanklikken, advertenties uitstellen zie ik. En dan nu is die voor 10 minuten gemute. Geen idee, of gestopt. Dus nou, excuses, maar ja, er komen misschien wat reclames voorbij. Kijk, ik heb deze maand mijn verjaardag en moest natuurlijk een mooi potje hebben. Dus beginnen we voor die Riakeo Peking Opera 2. Echt een prachtig ding, zegt Vinter. Vinter. Hard als je boet. Met deze livestream is ook gewoon een prima radio-uitzending hoor. Goede kwaliteit, niks mis mee. Lekker zo doorgaan. Ja, dankjewel. Ik kreeg het ook afgelopen jaar al regelmatig te horen. Van, nou, het is net als ik mijn ogen dicht doe, of ik naar een radiostation zit te luisteren. Nou, super gaaf en super bedankt. Omdat dat leuk om te horen natuurlijk. Ik probeer er geen radioshow van te maken, maar het is inmiddels al bijna wel een radioshow. Dus, maar goed, nou, ik denk dat we maar eens weer wat gaan doen. En jullie weten het inmiddels. Ik ga eens heel even kijken. Even kijken, oh ja. Even naar wat instellingen. Want we moeten dat. Ik heb vorige keer gemerkt, als ik zeg maar die Bluetooth verbind, want dat gaat met een Bluetooth zelfs tegenwoordig, dan... Dan verbreekt hij na een hele tijd als je het niet actief gebruikt, zeg maar. Dus dat is niet handig. Maar goed, het is geregeld. We zijn verbonden.
En we gaan gewoon eens kijken of het werkt. Dus de vaste kijkers weten het. Het is zover. Ja. De lijnen zijn geopend. Yes! Ja, je kan dus bellen naar de studio 06-1924-1524. 06-1924-1524. En dan kom je rechtstreeks in deze prachtige livestream / radioshow. Zo, even zo hoor. Ja, zo. We zijn dus open. De lijn is geopend. En ja, laat gewoon even weten. Heb je wat leuks te melden? Heb je wat gedaan? Ben je naar Valencia geweest? Ga je nog wat dingen ondernemen? Komende weken. Laat het even weten, hè. Ik heb hem erbij liggen, hoor, de telefoon. Dus even kijken. Knopjes zijn open. Ja. Nou, als het goed is, moet het werken. Ik had het zelf al getest natuurlijk voordat ik begon. Maar toen werkte het. En nu als het goed is ook wel. Dus... Even kijken, Roel zegt inderdaad, deze streams zijn ook superleuk. Nou, dankjewel Roel, dankjewel. Hey Arjan, als jij een product terug mocht zetten naar de eerste batch, welke wil jij dan nog een keer hebben? Ja, ook dat weer. Net als dat je mij vraagt, wat is je allerbeste cake of mooiste cake? Ja, is gewoon, ja, is voor mij heel lastig, want ik heb heel veel afgestoken in het verleden en afgelopen jaren. Ik vind heel veel dingen mooi en je hebt ook altijd wel een beetje zo je voorkeuren. Ja, wat zou ik echt terug willen plaatsen? Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld de Noisy van Evolution. Daar hebben ze natuurlijk het einde van aangepast. In de laatste batch, zeg maar. Nou, afgelopen jaar had ik ook nog de oude batch. 2019, 2020 zelfs. Dat hebben ze dus echt aangepast, waardoor ik dat niet snap. En dan denk ik, ja, dat is zo'n fucking mooi einde om even zo gewoon hardop te zeggen. Ja, doe dat gewoon niet. En zo zijn er nog een aantal artikelen. Ja, die zijn gewoon aangepast. Anything zegt, je hebt een hele goede stem voor een radiostation. Nou, dankjewel. Dankjewel, Anything. Even kijken hoor. Ja, ik heb niet alles klaarstaan, natuurlijk niet alle jingles, maar dat kan ik wel hoor. Dus, goedenavond, leuk dat je kijkt naar een nieuwe livestream van AVP Vuurwerk. Het is vandaag vrijdagavond 29 maart 2024. En we zijn er tot en met 11 uur. Dit is AVP Vuurwerk. Ja. Oh, nou, ander geluid. Nou, zo gaat dat dus ongeveer, hè. Ja. Nou, zo ongeveer dus. Oké, nou even normaal uit, man. Oké, ja. Dankjewel. Ja, even om daarover terug te komen. Ik heb inderdaad ook radioprogramma's gemaakt, dus het klopt ook wel een beetje. Het is voor mij niet vreemd om mezelf terug te horen zo in zo'n koptelefoon. Dat niet. Maar goed, richting de 50 man nog op de livestream. Dat gaat supergoed. En ik zie dat de reclames nog 5,5 minuut zijn gemute. Dus als het goed is, geen reclames voor jullie. Ik mis alleen nog de verkeersinformatie. Nou, dat zullen we maar niet doen. Hey, maar vind je het dus leuk om te bellen naar mij? Of vind je het even naar de studio, hè? Deze studio. Vind je het leuk om even wat te vertellen? Dat mensen jou op YouTube kunnen horen? Nou, doe het even. 06-1924-1524. Kom je live in de uitzending. En ja, dat mag van alles zijn, hè? We kunnen gewoon lekker kleppen. Even kijken. Rob Veeman zegt, zit weer te genieten van je livestream. Ja. Pyromum zegt, helaas is Evo minder geworden. Hopelijk herpakken ze zich weer. Die oude Noisy mag echt wel terugkomen. Ja, dat klopt. Die heb ik jaren op rij al gehad. Afgelopen oudjaaravond ook weer. En ja, dat was nog de oude badge. Via de vuurkruis kwam ik er nog aan. En die had hem nog al een paar jaar staan in de opslag. Hij zegt, neem hem mee. Dat is een mooie. Maar ik weet dat ze de nieuwe versie hebben aangepast. Ja, dat vind ik dan zo'n zonde. Juist het einde was helemaal geweldig natuurlijk. Goed. Bel even naar de studio. Zou leuk zijn om even wat van je te horen. 06-1924-1524. De lijnen zijn open hoor. Je ziet het nummer in beeld staan. Linksonder in beeld. En mocht je trouwens nog een donatie willen doen. Dat kan ook gewoon. Hè. Je ziet het ook onder in beeld. Rechtsonder in beeld. Ja, het doel hebben we nog lang niet bereikt. We zitten op het is het €23. Maar je ziet ook een QR-code. Die kan je gewoon heel simpel zo poep, met je telefoon even scannen. En dan kom je op een pagina. En dan kan je gewoon doneren naar welk bedrag jij wil. Dus ja... Je draagt dan bij aan de AVP Discord kosten en de domeinkosten. Dus daar wordt het direct op aan besteed, zeg maar. Ja. Eens even kijken. Heb je nog wat leuks te melden? Heb je nog wat te doen dit weekend? Nou, wij gaan natuurlijk een... ja, je kent het met familie. Paasbrunch en dat soort dingen. Tweede paasdag moet ik werken. Dus, maar dat is pas vanaf eind van de dag. Dus het valt wel mee. Het is niet een gigantisch lange dag. Tot 's avonds na 12 uur ongeveer, dan ben ik klaar.
Even kijken hoor. Moet er sowieso meer case komen met een strooptil omhoog? Enige die ik kan bedenken is dat, en die dat hebben, zijn de Noisy en de Wolf van Ria, en de Wolf van Ria Keo, zegt Nille Vanilla. Maar een goede Rising strooptil is machtig mooi. Misschien wel een van mijn favoriet. Kenmerk vraagt, heb jij al je eerste product op het oog gezien dit jaar, Arjan? Of wacht je nog even? Ja, ik heb inderdaad nog eigenlijk niet echt ernaar gekeken, eerlijk gezegd. Kenmerk. Dus ik wacht ook nog even. En inderdaad, wat ik al zei, ik heb natuurlijk van Wolf te horen gekregen. En ik heb al wat dingen gezien wat eraan zit te komen. Dat zijn goede ontwikkelingen, kan ik vertellen. Dus ja, ik hou dat allemaal nog een beetje in de gaten. Maar dat er weer nieuwe artikelen van Wolf dit jaar in de collectie einde van het jaar zitten, dat is zeker. Sorry hoor, even af en toe moet ik even natuurlijk een slokje drinken. Want ik heb hier geen muziek en dat mijn microfoon had. Nee, we blijven 2 uur lang gewoon lekker doorkleppen. Dus dat. Dus nee, nog niet echt. Ik heb nog niet echt iets op het oog. Maar er gaan vast wel mooie spullen komen. Ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de ongekooide artikelen. Nou, we hebben het helaas gezien bij Evolution met die cake met die clown. Ik ga niet eens meer noemen welke, maar jullie weten het wel. Die cake met die clown. die viel bij mij in ieder geval heel erg tegen. En dat is echt jammer, want ze stonden echt hoog op mijn lijstje. Maar goed. Ja, weet je, zo gebeurt dat nou eenmaal. Nou, eens even kijken wat we hebben. Ja, de eerste beller van deze avond. Goedenavond, AVP. Zegt u het maar. Met die cake met die clown. Ik ga niet eens met moeder. Hallo? Die cake met die clown. Hallo? 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 Ja. Jacob Heijma. Ja, hallo. Goedenavond. Met wie spreek ik? Hallo. Jacob Heijma. Oh, kijk eens aan. Ja, hey, hallo. Ja, je moet niet via de stream luisteren, hè, want dan zit er wat vertraging in inderdaad. Dus ja, dat... Ja. Hé, maar hoe is het? Hoe is het? Goed. Goed. Wat ben je aan het doen? Ja. Video Shen. Oh, serieus? Ja, je bent natuurlijk ook aan het kijken. Je bent aan het kijken natuurlijk ook, hè? Ja. Ja. Dat is, ja. En heb je nog een mooie kapaanbox, president. Oh, is die mooi? Ja. Nou. Afgelopen jaar 2023, alles shit west. Ja, dat was gewoon echt een hele mooie cake, zeg jij. Een dikke compound. Ja. Oké. Okay, dus, van ProLine. Van ProLine, ja. Dus GBV inderdaad, ja. Ja. Een Wolf pakketje. Lange pakket van Wolf. Mooie potjes. Ja, precies. Wolf heeft hele mooie spullen inderdaad. Ja. Had je veel compounds liggen? Ian. Oké, okay, nou, dat was een leuk avondje als ik het zo hoor. Ja, toen kreeg ze van Vies tegen van Weko. Vielen ze tegen? Ja. Oké. Mines. Ja, dat is het, hè. Ze zijn natuurlijk... ze zijn verboden officieel, hè. Die dingen, toch? Ja, verboden. Ja, dus die zijn eruit gegaan. Maar ze hebben nu weer bedacht dat er inderdaad een mine uitkwam dan. Ja, dan was het zogenaamd wel een leuke Thunder King. Maar dat was helemaal niet echt natuurlijk. Nee, Thunder Kings komen? Nee, die zijn er gewoon helemaal uit natuurlijk. Vuurpijlen ook, ratelmatten, alles is eruit gegooid. Hoe zit het van Nederland? Ja, dat klopt. Nou, ze zijn gewoon door de regelgeving zijn ze verboden. Want ze vonden het gevaarlijk. Dus want er werd op politieagenten meegeschoten. Ja, bodarig. Ja. Dus ze hebben het er gewoon uitgegooid. Moet een keer afschaffen, bodarigheid. Ja. Nee, dat is niet goed inderdaad. Nee. Hé, hey, maar heb je nog leuke, heb je nog leuke dingen voor de paasdagen? Ja. Ga je nog wat doen? Even nadenken. Paaseieren eten, paaseieren zoeken. Vuurwerksite? Ja. Oké. Dus daar ben je druk mee. Afterclockje. Oké. Countdown vind ik leuk. Oh, countdown tot oud en nieuw bedoel je? Of wat bedoel je? Ja, oké. Ik hou alle boekjes van vroeger. Oh, echt? Vuurwerkboekjes. Die echte oude folders en zo. Oude foldertjes en dat soort dingen. Ja. Ik heb dummies op slaapkamer. Oké, okay, hey, als je het leuk vindt, moet je eens kijken naar vuurwerkarchief.nl. Ja, dat is vuurwerkboek kregen. Oké. Verjaardag. Oké. Gekregen voor je verjaardag. Nou, top. Ja. Nou, het klinkt helemaal geweldig. Hey, en ga je nog tot het einde van de uitzending luisteren, kijken? Oh. Tot 11 einde? Uur. Tot 11 uur ben ik er, ja. 11 uur? Ja, gaat het nog lukken? Al lang op bed. Oh. Sleepen. Je bent moe. Ja. Nou. Hey, leuk dat je wel belde even naar de studio. Super gaaf. Ja, nooit dingen.
Ja, hey, ik zeg duim omhoog. En nou, een hele fijne avond en fijne paasdagen nog. Ja, dat werk. Oké. Okay. Nou. Tot de volgende. Dank je. Hoi. 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 Ja, zo kan het dus ook gaan. Je kan gewoon bellen naar de studio. Geen enkel probleem. Kom je live in de uitzending terecht. Dus dat. 06-1924-1524. En volgens mij was het inderdaad een Vries als iemand het zo zegt. Maar 100%. Nou, het ging me nog best goed af eigenlijk. Ja, ik versta gewoon Fries. Nee, het was nog wel te doen voor mij. Dus, Ja. Dat was wel mooi. Nee, super gaaf. Zo zie je het. Je kan gewoon bellen naar de studio. Het kost helemaal geen extra geld. Het is gewoon lokaal tarief 06 nummer. 06-1924-1524. Ja, en zo gaat dat. Heb jij wat te melden? Doe het gewoon even. Je ziet het. Ik bijt niet. Gewoon gezellig even in de uitzending. Nou, misschien leuk. Zijn er mensen naar Valencia geweest? Bel even naar de studio. 06-1924-1524. En dan kom jij live op deze livestream. Even kijken. Gaan mensen dit jaar nog naar Malta? Vraagt Joris. Oh, joh. Malta. Ik heb daar wel eens wat voorbij zien komen. Dat zijn vooral van die hele grote cilinderbommen, zeg maar. Meer traps en weet ik veel allemaal. Van die joekels van dingen van 1,5 meter, 2 meter hoog of zo. Even kijken. Ja, het was een Fries. Ontmoorn, zegt Fajus. Poor Nem. Niele Vanilla zegt dat. Lekker sliepen, zegt de Naven. Ja, dat zegt. Nou, ben jij dus bij in Valencia geweest? Er zijn toch wel heel wat mensen voor mij in deze chat en die live kijken. Bel even naar de studio. 06-1924-1524. En laat even weten hoe je het hebt gehad daar. Hè? En wat je tops en flops zijn. En wat zou je nou anders doen volgend jaar, zeg maar, als je weer gaat? Heb je nog suggesties en tips? Of waar moeten we echt niet naartoe? Of wat moeten we juist doen? Nou, ik heb dat plein daar, dat Palau, heb ik voorbij zien komen. Nou, het filmpje zat ook op de AFP YouTube. Mon, wat wordt er daar een ding afgestoken? Dus ik denk, daar moet je echt je oordopjes in hebben de hele avond. Kijk, Nille Vanille zegt, ik heb gelivestreamd in AVP op Palau. Ik kan net zo goed nog even een verslag achteraf doen, dadelijk. Haha, ja. Nou, inderdaad, bel gewoon even naar studio. 06-1924-1524. En dan kom je rechtstreeks in deze uitzending. En ik ben even benieuwd hoe je het hebt gehad in Valencia. Of ga je dit weekend paaseieren zoeken? Ga je vuurwerk al kopen ergens, weet ik veel waar, of al bestellen? Laat het gewoon even weten. We zijn er nog een half uur, hè? Dus na 33 minuten. Het is 22 uur 27, vrijdagavond 29 maart 2024. En dan zit het al voorop. Het gaat leuk als je het gaat hard als je het leuk hebt. Ja. Ja, Palau Warzone, zegt Piron. Ja. Je merkt wel dat het wel inderdaad rustiger is dan eind van het jaar. Hè? Dat vind ik wel grappig. Ik weet nog dat we volgens mij een van de laatste, die kerstuitzending voor mij die ik toen deed, hadden we 170 man aan de stream hangen of zo. Nou, dat is echt wel goed. Maar toen hadden we ook, een van de laatste keren hadden we ook, toen hadden we ook een aantal YouTube-kanalen hier hangen. Ja, dat was heel gaaf. Ja, dan is het wel druk, zeg maar. Dus veel telefoontjes ook gehad toen. Dus, maar goed, ook dit jaar gaan we natuurlijk gewoon door. Elke maand, elke laatste vrijdag van de maand in principe. Alleen moet even kijken hoe het dan loopt de komende maand. Dat is op Koningsnacht. Koningsnacht, ja, dat is misschien niet handig om dan live te streamen. Want het zou 26 april zijn. Maar misschien gaan we het een weekje naar voren verplaatsen. Dus, maar in principe tot die tijd, tot en met 1 september eigenlijk, gewoon elke maand live. En daarna gaan we gewoon wekelijks weer knallen. Dus, en dan gaan we vuurwerkbloesjes weer aan. Dus ja, wees erbij. En meld je aan, hè. youtube.com/afpvuurwerk. En ik zal eens kijken. Hoeveel mensen zitten wij inmiddels? Dat is ook wel eens leuk om even te weten. Hoeveel abonnees? Er kunnen altijd nog wel een paar bij. 1844 abonnees. Ja, dat kan meer, hè. Oeh, ik krijg een appje. Een appje van de Pettermans. Ja, jullie vroegen het zelf. Maar het is, ik had hem nog niet gelezen. Maar dat had hij al om 1 over 9 gestuurd. Ik ben er vanavond niet bij, helaas. Jongen. De Pettermans is er gewoon niet bij. Nou, ik zal het even terugkijken, schrijf ik dan. Nou, bij deze even de groetjes aan Pettermans. Ik stuur even een berichtje. Je moet wel terugkijken. Nou, dat. Dus ja, wat zeg ik? 1844 abonnees. Ja, het kan volgens mij wel wat omhoog, hoor. Dus het zou leuk zijn als het richting die 2000 gaat de komende weken, maanden.
Zo richting die 2K abonnees. En als je abonneert en dat belletje aanklikt, dan krijg je ook elke keer als we live gaan of een videootje uploaden, krijg je gewoon een notificatie, zeg maar. Dus dan ook van deze livestreams, dan krijg je gewoon als ik live ga, dan ploem, krijg je zo'n berichtje. AVP is live. Nou, we gaan weer bellen. Goedenavond, AVP, zegt u het maar. Een hele goede avond met Niels. Hallo, goedenavond. Ja, Nilla Vanilla dan. Ah, kijk, daar is die. Hallo, goedenavond. Hoe is het? Daar ben ik. Ja. Ja, prima met jou. In levende lijven. Ja, hier is het ook goed hoor. Je ziet het. We zitten er lekker in. Ja, lekker. Ja. Zit je, hou zo. Zit je Zit je te kijken op een scherm of op je telefoon? Of hoe? Nou, ik denk ik ga wel lekker een rondje lopen buiten. Even een luchtje halen. Oh ja. Zit al de hele dag lekker binnen weg te stinken natuurlijk. Nee, dat meen je. Heb je een vrije dag. Heb je een hond of ga je gewoon zelf lopen dan? Of... Nou, even zelf een stukje lopen. Oh, zo. Ja, ik dacht misschien hond uitlaten of zo. Ja, precies. Ja. Hey, ja. Maar ik heb een huisdier, maar dat is mijn zusje. Die kun je niet zo makkelijk uitlaten. Nee, om die nou aan te lijnen is ook weer zo wat. Hè. Dat ligt allemaal gevoelig tegenwoordig. Hè. Dus nee, uitkijken, kijk uitkijken. Mensen een beetje raar ja, aan. Ja, het is echt... Ja. Heb je niet zoveel aan. Nee. Maar goed, nee. Hey, laten we even ter zake gaan. Maar Zeker. Hey, jij was ook in Valencia. Zeker weten, een hele week zelfs. Jongen, wat een geluksvogel zeg. Ja, veel te lang. Maar ja, is het te lang? Nou, ik ben wel als een verwittenis teruggekomen. Kom je terug tussen de wolken door. Oh ja. Nederland en dan ben je weer in de asgrauw depressieve Nederland. Waar je dus ongewend bent. Je raakt er gewoon depressief van. Steven zo'n verwittenis ben je dan. Oh jongen. Ja, ik zei het al, ik heb een schurfhekel aan regen en aan grauw weer. Maar je wordt er depressief van. En ik kan me voorstellen, als je naar Valencia bent geweest en dan... het moment dat je al in Nederland... Ja, elke dag 20 graden. Ja, maar kan je met een shirtje af daar zo. Als je in Nederland in deze maand, zeg maar, vanaf Schiphol of Rotterdam Airport of waar dan ook... dan ga je dat wolkendek over en ja hoor, bam, zon. Zonnebril op. Dat is... Ja, precies. En dan kom je in Spanje. Oh, lekker 20 graden, 22 graden zo. En dan kom je weer terug. Dat is het verschil. Daar land je en dan schijnt de zon nog steeds. Hier land je en je krijgt een regenbui op je jas. Jongen, ja, het moet nou maar eens afgelopen en met een beetje geluk zit je jas nog even stopt in de ruimbagage ook. Oh, nou ja, goed. Hey, maar je hebt wel genoten in Valencia, begrijp ik. Dat was ook wel gaaf natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dat is mijn tweede keertje en ik ben van plan volgend jaar voor de derde keer te gaan. Zeker voor herhaling vatbaar. Hey, en dan, dat is heerlijk. Dan boek je nu al een appartementje of een hotelletje of zo? Hoe doe je dat? Ja, nou, ik ken genoeg gasten die zijn zodra ze teruggekomen zijn, hebben ze meteen geboekt. Oh joh, oké. Ik ben zelf van plan om lekker van de zomer te boeken. Nou, dat is misschien nog wel op tijd, toch? Het is vroeg zat voor mij. Maar zat je echt centrum Valencia daar zo? Of waar zat je? Ik zat in Campenaar. Dat is ietsje verderop. Het ligt een kilometertje 3-4 buiten het centrum. Oké. Maar dat komt omdat ik een beetje laat was met boeken afgelopen jaar. Ja, precies. Ik moest een nieuwe auto halen, dus financieel was het een beetje rot. Maar je bent toch gegaan? Ja, ze wilden ze zijn weg, hè? Ja, dat is ook zo. Tweede keer zei je. Wat zou je nou anders doen dan... Wat zou je de volgende keer anders doen? Of heb je suggesties of tips? Nou ja, lekker vroeg boeken en gewoon lekker plekje uitzoeken in de buurt van het centrum natuurlijk. Ja. Ik weet niet of je van Palau houdt. Nou, ik kan me voorstellen als je denkt dat een soort van gesticht is, zeg maar. Dat is het ook. Nou, ik zat eens even... Dus dat kun je ook gewoon lekker links laten liggen. Dan heb je gewoon een mooie Valencia-ervaring even goed. Maar als je een beetje adrenaline wil. Ja, zeker. Nou, ik ben wel eens... Een ster tegen jou, zus. Maar... Ik ben regelmatig in Valencia geweest, maar niet om het vuurwerk te bekijken, zeg maar. Maar het is een prachtige stad. Je kan er heel veel mooie dingen zien. Ja, precies. Maar inderdaad, ik heb Palau gezien vanwege de livestreams. Was jij op TikTok ook live dan? Was jij dat? Of... Nee, ik heb zelf geen TikTok, maar ik ben inderdaad even live geweest op AVP om eventjes de dag erna. Dat is de 20e. Ja. Eventjes livestreamen op Palau. Nee, je zag de kraters in de grond zitten. Ja. Toen kon Iran nog af en toe een puntje aan zijn. Dat is niet normaal wat daarover gespeeld. Ja, maar heel eerlijk, hè, ik heb op AVP ook die klapper van 4,2 kilo even geüpload. Ja, er was veel over te doen, want waarom zou je dat nou doen? Maar het is me toch ook niet normaal, eerlijk gezegd, toch? Of wel? Vind je dat nou helemaal geweldig? Of... Nou, ik hou van een harde buiker, maar 4,2 kilo is toch misschien een beetje te veel van het goede. Ja, zeker zo tussen de start. Ja. Ja, ik vond het wel machtig om te zien. Het was een flinke dreun en iedereen vond het... Ja, tuurlijk. Het was ook gewoon, ik zat op die livestream via iemand die was op TikTok live. En ik zat ook gewoon hier mee te kijken waar ik nu zit. En het was daarna ook gelijk afgelopen. Het was gewoon klaar. Er kwam een politie bij en zo. En het was gewoon helemaal klaar, zeg maar. Ja, klopt. Ik ben zelf ook 4 keer met een wapenstok het park uitgewerkt. Oh. Terwijl ik helemaal niks op me had. Maar ze zijn natuurlijk helemaal klaar mee. Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
Jongen. Terwijl die 4,2 kilo die hadden ze nog op een doosje gezet. Ja. Gewoon de hele bovenste laag van die stoep was gewoon weg. Helemaal zwart geblakerd. Jongen. Ja, dat is ook niet te bedoelen. Ja, maar dat is ook niet normaal natuurlijk. Hey, maar wat vind jij nou zelf van qua gedrag van veel gasten die daar dan staan, zeg maar? Wat vind je daarvan? Nou, zoals ik net al zei, het is een beetje een gesticht daar zo. Ja. Iedereen heeft een biertje op of misschien nog wel wat meer. Ja. Ja, weet je, dat zijn allemaal een specifiek soort mensen, zeg maar. Ja. Je hebt natuurlijk ook gewoon normale mensen tussen zitten, die willen gewoon genieten van het vuurwerk, biertje erbij, maar... Ja. Ja, weet je, is toch een beetje die hele groepsmentaliteit en sommige mensen zijn toch ook wel een beetje uit op... kattenkwaad, om het maar even zo te noemen. Ja, en klopt het nou dat ik kan daar... Kan gezellig zijn, ik zag daar voornamelijk Nederlanders, Duitsers en Spanjaarden, klopt dat? Dat klopt helemaal, zeker. Want ik zie eigenlijk geen andere nationaliteiten voor me bijstaan. Het zijn, die Nederlanders zijn helemaal gek natuurlijk. We houden van harde knallen. Maar ook Duitsers. Ik hoor heel veel Duitsers daar lopen, zeg maar. Heel veel Duitsers, ja echt. Niet normaal. Want je hebt ook zo'n heel groot aantal Duitse YouTube vuurwerkkanalen, zeg maar. De Pyro Manager of zo, klopt dat? Is dat Ja, Pyro Manager, hoe heet die gast? Salute Power. Ja. En die waren dan ook allemaal. Heb je ook nog de zwaardere jongens, zoals Paro Forelle en zo. Ja. En die waren allemaal live of zo ook, geloof ik. Ja, precies. En ik zag natuurlijk Ruben Koetsel. Dat zijn ook... ik zag ook. Die heb je ook. Ja. Ruben Koetsel met zijn neus vooraan, hoor. Ja, die stond vooraan, hè. Ja, ik weet nu al, dat worden weer filmpjes vanaf september. Ja, met rechterhand Tommy natuurlijk. Ja, klopt. Vanaf september worden we weer doodgegooid met filmpjes uit Valencia natuurlijk. Ja, precies. Ja. Vertel me niet tegen Ruben dat je ook nog Malta hebt en zo, Santa Maria. Ja, precies. Ja. Krijg je nog weer video's. Maar goed, en die avondshows, daar heb je wel van genoten, neem ik aan, toch? Dat is, dat zijn dikke shows. Zeker, ja, zeker. Daar ga je voor ook voor. Ja. En voor de Mascoletas natuurlijk overdag. Oh, absoluut. Ja. Ja, kijk, nadeel van die Mascoletas natuurlijk is dat het op het gemeenteplein is, midden in de stad. Ja, met moet die kooien. Je midden, ja, bij die kooien. Dan moet je 2 uur van tevoren aanwezig zijn als je een beetje goed beeld hebt. Ja, het is wild hebben, moet ik zeggen. Het is rete druk daar, hè, inderdaad. Ja. Ja, ik kan ze over de hoofd lopen daar, dat is niet normaal. Ja. Even kijken, en dan heb je ook nog avondshowtje daar, zo naar Idem Dito. Ik kan over de hoofd heen lopen, dus de grotere shows zijn beter bij Palauwde Artist. Ja. Daar is een stuk meer ruimte. Ja, ik zie in de chat ook Fireworks zegt, er zijn heel veel verschillende nationaliteiten daar. Maar vooral Nederland, Duitsland, Oostblok, Spanje, et cetera, voornamelijk aanwezig. Ja, dus dat is... Ja, Oostblokkers heb ik zelf ook een beetje misgelopen, moet ik eerlijk zeggen. Het waren inderdaad echt vooral Nederlanders, een paar verdwaalde Spanjolen en de Duitsers. Ja. Nou goed, we hebben in ieder geval met die livestreams mee kunnen genieten. En dat was wel echt next level volgens mij ook. Want het lijkt alsof ze elk jaar zwaarder gaan. Ja, nou, oorlogsgebied, joh. Ja. Nou, dat is ook gewoon zo. Ja, oh, dat is ook zo. Ook zijn gasten, die sturen gewoon tientallen dozen met zware knollers op. En dan gaan ze zelf met een vliegtuig. en dat wordt ook elk jaar zwaarder. Volgend jaar worden het 30 dozen. Dat zal me niet verbazen. Jongen. Maar goed, volgend jaar ben je er weer bij natuurlijk, hè? Toch? Zeker. Het zal mij benieuwen dat gaat uitpakken, want Palau gaat een beetje op slot de grendel van de kippen grepen. Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje de reactie vanuit de politiek daar en de politie en zo. Hè? Tuurlijk. En, het is gewoon een keer klaar natuurlijk. Zo een natuurlijke respons natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het plein dat ziet eruit als gatenkaas. Dus natuurlijk ga je de politie opzetten. Hey, je krijgt nog een vraag via de chat van Joris. Een vraag voor Niels. Heb je nog een ster gekopt? Nee, niet gekopt. Wel gevangen met mijn pols. Oké. Hoe, dat is ook niet goed. Wat was er dan? Het ging niet helemaal goed? Of, Nou ja, ik stond dus natuurlijk met mijn bakkers vooraan op Palau alle 60 dagen. En daar heb ik wel mooi beeldmateriaal van overgehouden ten koste van mijn voorarm, zeg maar. Oh, dan ben je. Gewoon tegenaan geklapt. Ik ging een traakhaartje af met wat shelletjes. En ik stond achter een boom. Ja. Mijn arm steekt uit om mijn camera vast te houden om zo nog even goed beeldmateriaal te krijgen. Ja. En ik vang zo een ster op. Mijn bankpas was naar de klote, schoolpas. Nee joh. Hotelkaart, hoesje. Ah, het is wel serieus dus. En die ster was doorgeschoten. Ja, die ster was doorgeschoten naar mijn pols toen, mijn onderarm. Nee joh. Ja, dat is dus wel even zuur, maar goed, weet je. Aan de andere kant is het risico van het vak. Ik sta er zelf vrijwillig. Dus. Nee, maar je was er hier voorbij. Heb ik niet te doen. Je was er hier voorbij, hè? Je was erbij. Ja, precies. Nou ja, goed. Hè, ik zie je had erbij moeten zijn. Was geweldig. In de chat staat. Leven, maar. In de chat staat, je was een menselijk schild. Dus nog bedankt. Ja, alsjeblieft. Ja, goed. Nee, maar zo te horen heb je het... maar misschien een donatielijn openen. Ja, moet je ook gewoon doen op Tippiestream. Kan je gewoon net als AFP. menselijk schild, gratis in te huren. Ja, donaties maar, welkom. Ja, vanaf 50 euro. Dan is het wel een beetje gevaarlijker natuurlijk dan wat ik hier doe. Ja, zeg maar. Precies. Gevarengeld.
Hey, maar nou, superleuk dat je even belde. En nou, je hebt het naar je zin gehad. En nou, volgend jaar weer dus, begrijp ik. Ja. Precies hem. Zeker. Ah, leuk, ik hoop dat je jou ook een keertje gaat zien. Ja, nee, zeker. Ik zei het al. Ik roep het al een paar jaar. Maar het komt er gewoon elke keer niet van. En ik met AFC Ajax had ik het een paar weken geleden nog over. Wij zijn namelijk collega's. Dus hij zegt, ja, volgend jaar gaan we wel. Ik zei, nou, moet even kijken of het lukt. En mijn dochters zijn rondom die periode jarig. Dus het is altijd een beetje kijken van, hoe gaat dat lopen dan, zeg maar. Perfect verjaardagscadeau. Ja, maar ze zijn nog een lensje toe. Ze zijn klein. En ze houden nog niet zo van die harde knallen. Ja, zeg maar, dus, nou wordt het alweer een beetje time natuurlijk. Ja, ja. Dus, maar goed, het gaat vanzelf goed komen. Je gaat mij ongetwijfeld tegenkomen een keer in Valencia. Dat gaat goed komen. Een keer. Ja. Laat het maar lekker zo snel mogelijk zijn. Ja, zeker. Hey, veel succes in ieder geval ermee. Hey, maar super bedankt dat je belde. Wil je nog het groeten doen? De groetjes aan iedereen. Nou, dat is makkelijk. Ik heb zelf even geen beeldscherm bij de hand, dus nee, ik kan geen namen noemen. Maar, je bent natuurlijk aan het lopen buiten, dus het is even lastig inderdaad. Nou ja. Bij deze, iedereen zich aangesproken voelt, de groetjes. Nou, ik zal even een hartje in 100 in de chat doen voor jou. Namens, zo, kijk, dat heb ik nu voor je gedaan. Ja, dus, nou, ook dank namens iedereen. En leuk dat je even belde. Ja, toch. Hey, fijne avond. Ook even en, bellen. Ja, nee, geen probleem. En ja, blijf even hangen, dan tot 11 uur ben ik er. Hè, dus, ja. Ja, zeker te weten. Oké, hey, bedankt. En nou, tot snel. Fijne avond. Oké, dank je. Zeker weten. Hoi. Hoi. Ja, zo gaat dat. Gezellig. Op de livestream. Je kan gewoon bellen. Je ziet het. Het is helemaal geen probleem. 06-1924-1524. Het is 10:50. We zijn er nog 20 minuten. Dus ik ga nog ongeveer 10 minuutjes deze lijn open houden. En dan gaan de lijnen weer sluiten. Dus dat. Iedereen doet de groet aan Niels. En die zegt inderdaad, Niels was menselijk schild. Volgend jaar huur ik je wel in. Bodyguard Niels. Ja. En je ziet het. Gewoon gezellige gesprekken. Het kan zeker wel. Dus ik ben altijd in voor een leuk gesprek natuurlijk. En ja, mocht je dingen hebben meegemaakt. Ben je ook naar Valencia geweest. Ga je nog met de Pasen wat doen. Heb je al vuurwerk besteld. Laat het even weten natuurlijk. Hè? Wordt er ook muziek gedraaid? Vraagt MauwPP. Ik denk dat je bedoelt op deze team. Nee, jij hoort op de achtergrond wel een deuntje. Maar nee, we zijn geen radiostation. Hè? Dus eens even kijken. AVP, goedenavond. Zegt u het maar. Hey Arjan, goedenavond met Heider. Hey Heider, ja, goedenavond. Ja, ik dacht, ik bel even in, gezellig. Ja, je had moed ingedronken en je durfde het aan. Ja, precies, altijd even spannend natuurlijk. Even, maar, even een sterke borrel en toen durfde je het aan, ja. Ja joh, maar zit je lekker te kijken, zo? Ja, klopt, ik zit even lekker achter mijn laptopje even lekker te kijken. En, ja, geweldig. Ik vind het altijd gaaf om te zien. Om even lekker in de sfeer te komen. Of, ja, nog, maar het is nog geen april, maar... Nee. Maar toch, we weten nu het sfeertje wel een beetje neer te zetten natuurlijk in maart. Hè, zo. Dat is wel leuk, zeg maar. Ja, en dat is, dat is ook juist de bedoeling natuurlijk. Nee, ik weet ook inderdaad wel, ik kreeg ook in december, hè, dan is het echt het drukst eigenlijk. Maar dan krijg ik gewoon ook foto's doorgeappt ook van mensen die ik in mijn app heb en zo. En die mijn nummer hebben. En die dan voetjes op de tafel, een kleedje eroverheen en de poes erop en een bakje chips. En dan zie je mij heel groot op zo'n 98-inch scherm zo in die woonkamer zo voorbij komen. Ja, dat vind ik gewoon grappig om te zien. Dus, ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja. Heb je al wat vuurwerk besteld in de freakacties? Nee, ik doe daar niet echt aan, eerlijk gezegd. Nee, ik meld het wel regelmatig in de streams. Maar ik heb het geluk dat ik dus best wat importeurs ken en wat dealers. En al een aantal jaren schenken zij gewoon dingen. En zeggen zij van, joh, neem dit eens mee. Test dat eens even. En kijk eens even of dat wat is. En zo gaat dat eigenlijk een beetje. Dus ik heb eerlijk gezegd, al jaren niet echt vuurwerk gekocht. Zeg maar. Dus dat is ideaal. Ja, en ik ga natuurlijk met wat importeurs om. En ik wil het altijd gewoon heel minimaal houden. Maar gewoon wel een aantal mooie compounds en dat soort dingen. En dan gewoon eens wat testen. Dus nee, ik kijk ze wel af en toe en ik zie die sites voorbij komen natuurlijk. Maar dat is niet dat ik nou zeg, ik moet nu al alles gaan bestellen. Dat niet. Maar jij wel? Jij bent bezig, zeg maar? Ja, ik ken pas sinds dit jaar de term freakacties. Oh joh, meen je dat? Dus, okay. Ja, dus het is voor mij wel een hele verrassing. Het is wel ideaal. Je krijgt toch echt mooie prijzen. En ik zit dan in Leeuwarden en hebben we de outlet in Jouren bijvoorbeeld. Ja. En die hebben altijd mooie acties. Dat is wel ideaal. Ik heb trouwens nog een vraagje qua advies qua compound. Ja.
nu kan ik dus de keuze maken tussen de Breakout van Wolf. Ja. Dat is een gigantische beuker, begrijp ik. Ik heb hem nog nooit gehad. Ja, ja, zeker. Ik heb hem ook gehad. Ja, mooie, mooie compound. Ja. Ja, of de Event Immortal Gold van Rubro. Wat zou je dan kiezen? Oei, oei, oei. Ja, dan vraag je me wat, joh. Ja. Ja, ik ben natuurlijk erg gecharmeerd van de wolflijnen, zeg maar. Ja, ik vind ze eigenlijk allebei wel heel goed, hoor. Ik bedoel, eerlijk, ja, ik kan er heel moeilijk echt tussen kiezen. Dus ja, ik zou zeggen, koop ze allebei. Ja, precies. Ja, daar moet natuurlijk wel budget voor zijn. Nou ja, ze... Nou, we kunnen het ook even in de chat. Die zien het over 15 seconden, horen ze dit. Dus ja, wellicht kunnen we hun even aan vragen. Wat zou je dan nemen? Dus welke was het? De Rubro Event Immortal Gold, 100 shots of de Breakout van Wolf? Ja, dus heb je even advies? Laat het even weten in de chat. En dat duurt meestal niet lang, want er zitten natuurlijk grote kenners hier in de chat. En dus ja, kijk, voor mij is het altijd heel moeilijk om wat vind jij nou het mooiste en wat is de beste. Ja, dan ben ik objectief over dingen bezig, zeg maar. Precies. En dat is een beetje lastig af en toe. Maar ik zie nu al de eerste reacties. Breakout met uitroeptekens. Nou. Ja, ik zie het. Maar wacht even, Sneel E zegt: oeh, Immortal Gold is echt wel een goeie. Zelf geschoten dit jaar. Mensen in de straat vroegen of ik hem uit Polen had gehaald. Kijk. Oh, kijk, dat moet heel heftig zijn. Oh, de volgende zegt ook al: Maupi P zegt Immortal Gold. Nou, daar gaan we. Ik denk dat hem wel wordt, want er zijn al een paar mensen die dat zeggen, zeg maar. Dus, Nou, dan, dan ga ik even daarover goed over nadenken. En dan, Hey, maar jij zit daar in het noorden van het land helemaal, zeg maar. Ja, ik zit in Leeuwarden en ik zit ook met de Ramadan. Dus ik heb net ook een paar uur geleden lekker gegeten. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, want dat is zonsondergang dan, toch? Ja, zonsondergang. Ja, klopt. Bij zonsondergang dan mogen de moslims eten. Oké, ja, want ik heb ook een aantal collega's die ook vasten, zeg maar. En die hebben dan zo'n app of zo en dan weet hij precies hoe laat ze mogen eten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dan heb je een app voor en dan weet je van dat tijdstip dan mag je weer eten en drinken. Okay. Dan is dit lekker dat je gewoon even naar... dat je op een gegeven moment lekker zo'n livestream van jou kan kijken. Ja, dat snap ik. Nou, ja, superleuk om te horen. En dan inderdaad, het is wanneer is het afgelopen? En dan een suikerfeest natuurlijk dan, hè? Ja, klopt. Dat is, verwachting is 10 april. Dus het zit er alweer bijna op. Kijk, gaat het goed met je? Is het allemaal, houdt vol, zeg maar? Ja, gaat prima. Het is altijd het begin, altijd even wennen. Daarna gaat het allemaal hartstikke goed. Okay. En ik zit een beetje gewoon lekker op forums, even lekker rond te struinen en tijd tikt wel door. Ja, maar dat is het ook. Dat zeg ik al. Het gaat echt hard. Het is alweer eind maart. Je zit al zomer april. De eerste 4 maanden zijn straks alweer voorbij en dan ga je richting de zomervakantie. En voor je het weet zit ik elke week live, joh, met deze livestream. Dus, voor je het weet het vuurwerkseizoen begonnen in september. Maar was je het afgelopen jaar ook bij of is het voor jou nieuw dit eigenlijk, AFP zo? Of... Nee, ik AFP echt al wel langer. Echt van die mooie trends intro's van vroeger. Ja, Menu Drifting Away en dat soort dingen. Ja, die heb ik echt wel. Die filmpjes heb ik echt allemaal gekeken. maar de livestream is voor mij vrij nieuw. Ik heb ook niet die Pyro FM, zag ik wel eens voorbij komen, maar ik heb dat nooit gecheckt eigenlijk. Nee, precies. Dus, precies. Nee, sinds afgelopen jaar eigenlijk, wat was het? September of zo ben ik toen ook, of oktober ben ik begonnen met de livestreams. Deze deed ik elke week dan, elke vrijdag. En volgens mij wordt het goed ontvangen. En super gaaf en leuk. En nu doen we even omdat het een beetje komkommertijd is. Elke maand, elke laatste vrijdag van de maand. En dan zo vanaf september. Nee, vanaf september. Hartstikke leuk. Ga daar gewoon mee door. Dankjewel. Het is een leuke vibe. Ja, dankjewel. Nou goed, doe ze er goed in het hoge noorden. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. En fijne avond en fijne Pasen, hè? Ja, hetzelfde. Ook fijne Pasen. En dat je nog even volhouden met met de Ramadan. En dan... Ja, klopt goed. En je weet, straks is het suikerfeest. En dan is het feest, nieuwe kleren, alles op en aan, toch? Dat, Precies. Ja, dat klopt. Ik weet het. Ja, dat is hartstikke mooi om te zien. Hartstikke mooi. Ja. Hey, wil je nog groetjes doen? Niet specifiek, nee. Nou. Maar ook de groet aan iedereen, aan alle liefhebbers die meekijken. Dat is politiek gezien altijd het beste antwoord natuurlijk. Precies. Hey, en voor jouw info, ik krijg het meeste allemaal Immortal Gold op de chat. Dus check het maar even. Ja, ik zie het. Dat is toch veel Immortal Gold. Ja, dan, ik denk dat ik weet welke jij gaat kopen. Ja. Ja, dat is lastig. Nou, iemand zegt bij twijfel allebei kopen, ja. Ja, je moet wel budget hebben natuurlijk. Als er een mooie prijs voorbij komen, dan ga ik dat proberen. Nou ja, je gaat er vast wel uitkomen.
Ja, zeker. Dankjewel. Hey, en nou, mocht je nog niet op de Discord zitten, maar misschien zit je het al hoor, dan je weet hem te vinden. Misschien discord.gg/AVP-vuurwerk. Dus dat. Ja, gaan we checken. Nou, top. Hey, bedankt en ja, hele fijne avond en fijne dag nog. Oké, dankjewel. Hoi. Okay. Ja, hoi. Zo, dat was leuk. Ja, en zo kan dat gewoon gaan. Kijk eens even. Nou, nog 5 minuutjes. Blijft de lijn open. Mocht nog iemand denken, nou, ik heb ook een heel leuk gesprek. Ik ga trouwens voor jullie de advertenties weer uitschakelen. Dus doe even een duimpje omhoog als je het leuk vindt als ik dat heb gedaan. Want dan krijg je niet zo'n irritante reclame tussendoor. Pio Mat zegt groetjes terug. Nou, dat is mooi. Hoor ik daar Piro Fusion voor vrienden. Groeten uit het hoge noorden. Kijk eens even. Ja. In de weerspiegeling van het glas van het zolderraam lijkt het net of er twee vuurwerkleds hangen. Ik denk dat je hier bedoelt. Ja, dat klopt ook. Er hangt hier zo'n pyro. Kijk. Ja. Kijk, heel eerlijk. Dat zijn deze. Ik heb ze nog hoor. Nou ja, weet je, ik heb er de afgelopen maanden heb ik er, nou, denk wel 20 weggegeven. En weet je wat? We gaan gewoon de volgende livestream. Ja, een beetje teasen. Gaan we gewoon weer een paar van deze dingen weggeven. Dus ja, dat zijn deze lampen. Die zijn geweldig, joh. Dus die geven we dan weer weg. Dus, maar goed, dat 30 effecten erop. En je kan hem ophangen. Het is een soort pionieachtig ding. Superleuk. Nou goed. 10 voor 11. Op vrijdagavond 29 maart 2024. Dit is AVP, de livestream. En nou ja, we zijn er nog zo'n 10 minuten. En dan gaan we er weer een eind aan breien. En dan ga ik ook eens even naar beneden. Even met Iris nog even een versnapering. Nog even een glaasje drinken. En dan zit het alweer op. En dan hebben we het paasweekend voor de boeg. En ja, veel mensen gaan de komende dagen er gewoon tussenuit. Even, nou, wij blijven gewoon thuis. Maar wel met familie. Lekker brunchen en zo. Dat soort dingen. Maar goed, tweede paasdag moet ik werken. Dus nou ja. Nou, ik zie het inderdaad al de vraag van Nille Vanille was welke cake? Nou, dat is unaniem over de Immortal Gold als ik het zo zie. Thijs Schotau is ook aanwezig. Goedenavond. Nou, goedenavond Thijs. Leuk dat je bent. Ik kom nog even kijken. Alleen we zijn er nog 10 minuten Thijs. 9 minuten nog. Maar wees niet ongerust. Want je kan deze livestream gelijk terugkijken als het afgelopen is. Op het moment dat ik stop druk, dan kan je hem gewoon DVR terugkijken. Dus wat ik vaak zie is dat veel mensen hem op hun gemak even in het weekend gewoon eens even een beetje doorheen spitten. Ik kan natuurlijk die statistieken zien van deze video's. Dus even kijken hoor. Nou, het is nog steeds over die 40 kijkers. Ondertussen hebben wij ook even een jaren 80 deuntje op de achtergrond. Ik hoop altijd maar, en ik hou me hard vast dat het niet copyrighted is. Ze zeggen van niet, maar ik heb wel gekke dingen meegemaakt via YouTube. Dus dan zei ja, een copyrighted. Maar voor mij is dat bij deze nummers niet. Dus ik kreeg ook van iemand anders die zei van ja, leuk om wat muziek te gaan draaien. Maar ja, het is dan ga je weer. Copyright, als ik commerciële muziek ga draaien, dan wordt één drama, joh. Sterker nog, ik heb een keer meegemaakt in het verleden dat ze de stream gewoon stoppen. Want ja, dan is het allemaal copyright en moeilijk en gedoe en gesodemieter. Dus daarom dat ik eigenlijk, de muziekjes die je nu hoort, zijn eigenlijk gewoon, die haal ik ergens vandaan. Die zijn copyright free. Dus nou, op zich lekkere deuntjes zoals je hoort. Maar ja, geen commerciële top 40 muziek of zo. Want dan weet ik al, ik heb dat vaker meegemaakt, ook voor het werk wat ik doe. Dan lig je er gelijk af. Dus even kijken. Heide zegt, mijn vrouw weet nog van niks. Nou, dat is gevaarlijk, hè? Als het even kan, je vrouw op de hoogte stellen. Want stel dat ze erachter komt, dan krijgen we dat. Maar goed. Nou, het is 22:53. Ik zeg, de lijnen zijn gesloten. De lijnen zijn gesloten. Dus super bedankt voor de aantal mensen die net hebben gebeld. En ik heb nu de telefoon uitgezet. Ja. Hij is uit. En volgende keer weer, gaan we gewoon weer openen. Dus jullie kunnen altijd dan even kijken hoor. Ik denk dat de dummies in de AFP-studio nooit meer naar de zolder gaan. Ja, het zijn inderdaad allemaal dummies. Dat weten de vaste kijkers wel. Ik heb heel veel botten. Ik heb hier zo'n ratelmatje liggen. Allemaal dummies van de Rijswijkse vuurwerkhal ontvangen afgelopen jaar. Van Frits.
Jullie hebben het ook kunnen zien in de livestreams en in de video die ik toen maakte in Rijswijk. Hij moest er vanaf. Ze hadden een soort vitrine. Een oude collectie dingen. Kijk, ook dit soort... even kijken, kan ik laten zien. Kijk, dit soort dingen. Is gewoon even de thumbnail, hè, zo. Ja. Nee, joh, Shishin Crackers. Uit 2007. 2007. Nou, dit is dus een dummy. Dat is echt waar. Dus, het weegt helemaal niks. Maar zo verkochten ze. Wie weet het nog? 10 pakjes. 20 pakjes, bedoel ik. 20 pakjes van 10. Maar dat stond bij hun dus in de vitrine. En ja, dat heb ik gewoon gekregen van Frits. Zie je het? Gaaf, hè? Dus dat mocht ik hier mooi neerzetten. Hij zegt, ja, als je dan laat je het lekker zien in je livestream. Zo. Dus nou, kijk, hij zal er ook een bordje bij staan. Zie je het? Sorry, niet te koop. Dit zijn onze museumstukken. En dan op zijn Haagse. Ja, ik ga dat niet weer nadoen, maar kan het niet zo goed. Ja, joh, en verder probeer een beetje een sfeertje neer te zetten. Jullie hebben het gehoord en gezien. We zijn er gewoon elke laatste vrijdag van de maand. Tenzij anders aangegeven. Ja, en vanaf september gaan we natuurlijk weer wekelijks knallen. Jullie weten het. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, youtube.com/avpvuurwerk. Word even abonnee en doe ook even duimpje omhoog en doe even het belletje. Want dan krijg je notificaties op het moment dat wij live gaan of een video uploaden. En je begrijpt al, aan het einde van het jaar gaan we natuurlijk heel veel video's weer uploaden. Dus een beetje komkommertijd om nou elke week video's te uploaden is een beetje zonde eigenlijk. Heide zegt, vrouwen zijn hartstikke slim vaak. Ha, als ze de hoeveelheid vuurwerk zien, dan moet ik het wel opbiechten. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je kan beter mee eerlijk zijn. Nou, het is eigenlijk gewoon, het is gewoon klaar bijna. Dus ik wil bij deze alvast iedereen bedanken. Ik ga weer voor jullie even de commercial stoppen. Want anders krijg je weer een irritante reclame voor degene die geen YouTube Premium hebben. Ik zal die 3 eurocent wel skippen. Maar alvast iedereen hartstikke bedankt. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze livestream van AFP Vuurwerk op vrijdagavond 29 maart 2024. Dit was hem dan. Het is alweer eind maart. We gaan zometeen richting april. Het wordt steeds lekkerder weer als het goed is. Eindelijk een beetje af van die regen. Nou, de komende dagen hebben we de Pasen. En dan gaan we straks richting, richting Koningsdag. Voor veel mensen natuurlijk ook. En ook showtjes dan, hè, trouwens, in het land. Dus houd even in de gaten. Je kan op het AFP Forum terecht voor data van shows en evenementen. afpvuurwerk.nl/forum. Vergeet het niet. Die draait gewoon, hè, het forum. Hè? Wat? AFP heeft toch geen forum meer? Ja, die hebben we zeker wel. Zoals jullie weten, afgelopen 2 maanden geleden hebben we die weer online gezet. afpvuurwerk.nl/forum. Dus ja. Even kijken. Fijne avond iedereen. Ik ga pitten. Want het bedankje is nu begonnen. Dat zegt Piero Mats. Hennis Gamekanaal. Fijne Pasen. En tot de volgende maand maar weer. Utrechtse Godmod zegt. Beste Arjan, goede paasdagen. En bedankt. Ja, ook bedankt. Roon van Rossum. Ja, hartstikke bedankt. Het was weer superleuk. Ja, leuk om te horen. Ja, dat was hem dan. Zegt de virus. Dat was hem dan. Ja, onze dochter Sarah zegt dat altijd. Dan zijn we ergens geweest en dan is het klaar. En dan gaat ze zo staan, armpjes over elkaar. Nou, dat was hem dan. En ze is 5 jaar, hè, dus je lacht ons kapot natuurlijk dan. Fijne dagen en ik zie je wel weer in Discord. Arjan zegt kennenmerk. Ja, vergeet niet, hè. discord.gg/avpvuurwerk. Meld je even aan. We zitten op 686 abonnees. Dus super druk om deze Discord-server eigenlijk. Even kijken. De show Katwijk Koningsdag, zegt Utrechtse Godmod. Dus houd even in de gaten. Voor mij kan je ook naar even reclame voor een andere site. Vuurwerkklok.nl volgens mij uit mijn hoofd. Daar staan ook allemaal data op. En kijk gewoon even ook op afpvuurwerk.nl/forum. En daar vind je ook alle data van evenementen en feesten en dat soort dingen. West35 zegt fijne avond allemaal. Haider Al-Shaboud zegt fijne avond. Bedankt voor de live weer, zegt Joris. Fijne Pasenmaat, geniet er lekker van, zegt Rectonize. Sparkler zegt, bedankt Arjan. Het was me weer waar genoeg, zegt Nilla van Nilla toe. En inderdaad, dat is super gaaf om te horen eigenlijk. Lekker positief allemaal. Zo hebben we ze graag. Het was een leuke uitzending trouwens. Even ook applaus voor jullie. We hebben 3 leuke gesprekken gehad. We hebben het in het verleden wel eens wat anders gehad. Maar goed, ik vind alle input natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Dus alvast voor jullie allemaal even een hartje en een hondertje en een smiley. Zo. Oh, verkeerde smiley. Maar het gaat goed. Het is goed bedoeld. Even kijken hoor. Roman van Rossum zegt, leuke show voor Koningsdag in Dordrecht. Midden op de rivier te zien vanaf Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. Ja,
Mr. Beftekel zegt, fijne Pasen. Kijk, Mr. Beftekel ook weer aanwezig. Elke show volgens mij wel weer aanwezig. Dat is super gaaf. Ja, nogmaals, hè, abonneer je gewoon echt even op AVP op YouTube. youtube.com/AVPvuurwerk. Is helemaal geen enkel probleem. Kost je 2 seconden van je leven. Of ga even naar discord.gg/AVPvuurwerk. Sterker nog, weet wat nog beter is? Ga naar avpvuurwerk.nl. Al die links. Daar zie je gewoon de links naar de Discord en naar het YouTube kanaal. Dus, en dan zie je ook het forum. Hoenmoen, zegt Fireworks. Ja. En inderdaad, Joris zegt, de December noobs zijn nu weg. Ja, ja, ja. Nou, zeker even een applausje voor iedereen hoor. Huppatee. Ja, ja, ja. Nila Vanilla zegt, fijne Pasen en een gelukkig nieuwjaar alvast. Ja, je bent wel heel vroeg bij Nila, maar inderdaad alvast ook fijne dagen. En ja, geniet ervan de komende maand weer, want eind april zijn we er wel weer. En hou ook even Discord in de gaten, want dan zetten we de datum wel weer neer. Dus dat nou, ook nog lekker druk op de Discord inderdaad. Ik zie daar natuurlijk in mijn rechter ooghoek ook continu van alles. Er zitten heel veel mensen ook op de Discord nu live te chatten. Dus ook voor nu trouwens, mocht je denken, hey, dat wil ik gewoon doorgaan, want deze stream stopt zo meteen, ook de chat is weg. Ga gewoon even naar Discord, naar de AVP Discord. En dan kan je de hele nacht nog lekker chatten met elkaar. Met liefhebbers, ja. Even kijken. Mensen, ik zeg kooie kaaien, fijne Pasen, zeg maar. Ik weet niet of het goed zegt. Kooie kaaien? Kooie kaaien, ja. Fijne Pasen, zegt Piero in. En goede show, maat. Tot snel weer. Goede Pasen. Ja, dus gaat helemaal goed komen. Nou, het was gezellig. Het is inmiddels stipt 2300 uur. Op vrijdagavond 29/3/2024. En ja, je weet het inmiddels, hè? Houd gewoon even in de gaten. We zijn er elke laatste vrijdag van de maand met deze AVP livestream. Tenzij er even wat geks tussendoor komt. En dat is dus komende maand, want dan is het 26 april. Ja, dat is op Koningsnacht. Dus dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar goed, we gaan er lekker uit. Ik zeg allemaal bedankt. Ja, deze livestream is gewoon lekker klaar nu. En ik laat hem meestal nog heel even doorlopen met het dankscherm. Maar ja, we hebben het weer mooi gehad vanavond. Ik ga mijn foute Hawaii blouse lekker uittrekken. Ik ga even zo meteen wat lekker drinken. En dan wil ik nogmaals iedereen hartstikke bedanken voor deze aanwezigheid bij deze livestream. En nou, ik zou zeggen, tot de volgende. Ja, klas Arjan, je zei het goed. Kooi keien. Ja, leuk. Allemaal bedankt. En we gaan eruit met dit laatste nummertje. Dan heb je toch nog een beetje een muziekje. Ik weet mijn god niet hoe het heet, want ik heb het gewoon in het systeem gedropt. Maar ik vond het wel lekker klinken eigenlijk. Beetje drum en bass zo. Op de vrijdagavond. AVP livestream. Dit is AVP Radio. Ik wens jullie een heel fijne Pasen. En tot de volgende keer. Hoi!